en heren, welkom terug bij Proximus E-Pro League. We hebben vandaag matchday 15 op het programma staan. En die trapt af met Club Brugge, de kerstverse kampioen van de Proximus E-Pro League tegen Excelsior Mouscron. En voor Mouscron staat er wel degelijk iets op het spel. Alhoewel het niet meer echt te verwachten valt dat hij top 6 gaat halen. Hij kan met een overwinning op gelijke punten komen met Charleroi, dat op de 60e plaats staat. Als Charleroi verliest, met een aardig doelpuntenverschil en Mouscron wint met een aardig doelpuntenverschil, dan kan hij nog op doelsaldo die 6e plaats in handen krijgen. Dus wat dat betreft is het bijzonder spannend te noemen wat hier vandaag gaat gebeuren. Maar ja, voor Anthony Rocchetti, die toch een wisselvallig seizoen heeft gekend. Een mooie streak op een gegeven moment met 4 overwinningen op rij, nadat hij de eerste 2 potten had verloren. Daarna is het heel erg hot en cold. Maar voor hem kan eigenlijk Club Brugge niet op een slechter moment komen. Want Miran Salim is de man in vorm. Is eigenlijk de man die niet te stuiten is. Pas 1 keer dit seizoen verslagen. En dat was volgens mij Jonas ten Buijzer van Lokeren met 5-1. Rocchetti daarentegen, die heeft een moeizaam toernooi. Die verwachten we allemaal voor het seizoen begonnen in de top 6. Maar heeft dat nog niet kunnen laten zien. Nou ja, vandaag dan misschien. Mijn naam is René Teur, naast mij zit Castiop. Castiop, heb je er zin in? Ja, absoluut. Ik vind het altijd fantastisch om Miran te zien spelen. Ik bedoel, ik ben echt onder de indruk van zijn speelstijl. Hij staat helemaal bovenaan. Ook dik verdiend naar mijn mening. En ik ben benieuwd wat hij hier tegen Mouscron, oftewel Anthony Rocchetti, gaat doen. Want Anthony Rocchetti, ook een zeer sterke speler. Ja. Ik heb ook enkele wedstrijden van hem gezien en ik ben ook tamelijk onder de indruk van hem. Ik ben eigenlijk onder de indruk van elke speler die ik hier zie. Maar Anthony is dus zeker een zeer goede speler. Maar kijk, Club Brugge hier meteen. Laat er geen gras over groeien. Meteen vanaf de eerste seconde. Een poging wagen tot een schot wordt afgeblokt. Goed verdedigd door Mouscron. Ja. Maar ik ben dus absoluut benieuwd wat we hier vandaag gaan zien. We kunnen alles zien. Nu, ik denk wel dat de winst naar Club Brugge gaat uitgaan. Als ik zo mijn klein pronostiekje mag geven. Ja. Dat leid ik natuurlijk af van het klassement dat ik hier voor mijn neus zie. Ja, de druk is misschien wel van de ketel van Miran Kolo, maar hij laat meteen in de openingsfase in de eerste 5 minuten zien. Met 2 timeshots van buiten de 16, waarbij hij allebei precies het groene cirkeltje om zijn cursor heen krijgt. Dus dat is heel knap. En dan het eerste schot van Rocchetti en die vliegt voor langs. Ja, het zijn mooie eerste speldenprikjes over en weer in dit prachtige Jan Breidel Stadion in Brugge. 119.000 mensen wonen er in Brugge. 30.000 ongeveer zitten er nu in het stadion hier. Alhoewel, er zijn er natuurlijk ook een aantal van de bezoekende partij vanuit Mouscron afgereisd. Om te zien hoe Rocchetti op de laatste speeldag nog gaat strijden voor die top 6 positie. Want dat is het heilige voor Rego. Hij had van zichzelf verwacht top 6 te eindigen. Dus ik denk dat hij teleurgesteld zal zijn als het niet lukt. Tegelijkertijd moeten we op dit moment concluderen dat het niet makkelijk zal worden. Kijk eens even, Club Brugge weer met een schot gekraakt. En de verdediging mag eventjes opgelucht ademhalen, maar niet te lang. Want het is Ruud Vormer die de bal weer in het spel brengt. Naar Kamba dan. Van afstand misschien. De timeshots zijn zo goed van Miran Kolo. Maar dit keer probeert hij het niet. Probeert hij hem door te combineren met Wesley. Die bereikt hij niet. Dan is het Mouscron in de tegenstoot. Kleine 15 minuten gespeeld. 0-0 de stand, maar als schoten aan beide zijden gezien. Ja, absoluut. Club Brugge die hier van de eerste seconde meteen in het spel kwam. Maar Mouscron die hier ook wel gecontroleerd balbezit heeft. De bal hier in het rond speelt. Is nu wel stilaan in de gevaarlijke zone. Komt binnen in de 16. Kan hij tot een schot komen? Doet hij niet. Wacht te lang. En daar is de verdediging van Club Brugge die de bal gewoon afsnoept. En helemaal naar de wederhelft brengt. En is zien of zij er iets van kunnen maken. Miran kennen we natuurlijk wel voor goede timeshots. Goed combinatiespel. Kan hij dat deze keer doen? Dat is natuurlijk de vraag. De bal blijft in het rond gespeeld te worden. Kan er nu een schot uitkomen? Dat kan hij zeker. Alleen ja, matig schot recht in de handen van de keeper. Geen enkel probleem. En zo is het balbezit alweer voor Mouscron met hier een heel mooie lange bal die nog eens aankomt. Ook geen buitenspel. Dit gaat door. Wacht een beetje lang af. Ik zou voorzetten als ik hem was. Maar ja, ik ben geen FIFA-speler, dus misschien is dit wel een goede tactiek. Wordt afgekapt, maar de bal gaat nergens naartoe in de voeten van de verdediging van Club Brugge. Maar wel een zeer mooie snelle actie. Ja, zeker. Goed stevig verdedigend duel. Voor maar over de zijlijn gaat trappen. Oh nee, dat is de Carly, sorry. Nummer 35. En dan was het zojuist het schot dat dit keer niet timed was. Trouwens, een normaal schot van Brugge. Wat eigenlijk al het derde schot tussen het kader was volgens mij van de Bruggenaren. Al heb ik goed geteld. Dus ja, de man uit Leuven tegen de man uit La Louvière. 20 jaar oud is Miran Salim. 2 jaar ouder Anthony Rocchetti. Iets meer ervaring op toernooien. Kan die ervaring hem vandaag de rust brengen en de klasse die hij nodig heeft om Miran Kolo te verslaan? Het zal
Het zal een waanzinnige prestatie zijn gezien de vorm van Miran Salim. Ik heb het al eerder aangehaald, hij heeft pas één wedstrijd verloren dit seizoen. Ja, voor Rocketti kunnen we dat niet zeggen. Als ik eens even gauw moet tellen, dan zie ik dat hij er al 5 verloren heeft totaal. Ook wel 4 winstpartijen geboekt en een aantal gelijke spelen. Maar ja, dat is gewoon aan zijn stand verplicht om er veel meer te pakken. Wat dat betreft moet hij vandaag eigenlijk wel winnen. Als ik me niet vergis, Mouskroen is toch uitgeschakeld in de zin van ze kunnen toch geen kans meer maken voor de play-off, toch? Of kunnen ze nu toch een kans maken? Net theoretisch gezien, omdat ze op punten gelijk kunnen komen met de man op de 6e plaats, Charleroi. En dan gaat het op doelsaldo. En als Charleroi nu vandaag fors verliest, Mouskroen is wel degelijk een kans. Ja. Er staat nog steeds veel op het spel. Ja, laten we even de kijkers op de hoogte brengen van het doelsaldo. Dat is plus 5 voor Mouskroen, voor Anthony Rocketti, wat heel degelijk is. En voor Charleroi... En hier tegen Dekland, in de kruising. Wauw. Ja, voor Charleroi is het doelsaldo plus 6. Dus dat verschil is weinig. Dus sterker nog, een winstpartij is genoeg, al is het maar met 1 doelpunt verschil, als Charleroi maar verliest. En ook al is dat maar met 1 doelpunt verschil. Absoluut. Dus Rego gaat er absoluut tegenaan gaan. Met 100% zelfvertrouwen om dan die winst te pakken tegen de competitieleider. En ik hoop voor hem dat het gaat lukken. Ik bedoel, Club Brugge heeft niks te verliezen. Ze zijn in theorie, ze blijven op die nummer 1 plek staan. Tot aan de play-offs die gaan beginnen. Dus als ze nu winnen, verliezen, gelijk spelen, maakt verder niet zoveel uit. Nee, alles staat op het spel voor Mouskroen om dan toch die laatste play-off plaats af te snoepen van Charleroi. En ik hoop oprecht voor hem dat het gaat lukken, ook al ben ik een heel grote fan van Miran, zijn speelstijl en zijn kwaliteit. Ik vind het toch altijd mooi dat er in de slotfase nog enkele uitschuivers gebeuren en dat enkele teams zich toch kwalificeren. Ja, en dat zou gewoon mooi zijn. Ja, absoluut. Wat dat betreft is Rocketti ook iemand die soms potjes verloor waarvan je verwachtte dat hij ze zou winnen. Maar soms ook potten won juist weer waarvan je verwachtte, nu is er een top tegenstander. En dan lukt het ineens wel. Zoals Sulte Waregem, die staan vierde, net buiten de top 3. En kunnen daar nog inkruipen misschien. En ja, dat is Nicolas Persoons, die werd op een nederlaag getrakteerd. Maar aan de andere kant werd er weer verloren van spelers als, moet ik eens even kijken. Want hier staan wel een paar hele sterke namen. Cercle, Gent, Charleroi. Dat is... misschien niet raar, maar ja, ook van Matthias van der Winkel. Met alle respect, toch een van de mannen uit het rechte rijtje. Een heel aardig schot. Dat ging maar net over. Mouskroen, die helaas voor hen geen doel treffen. Inderdaad, een gevaarlijkste actie tot nu toe in deze wedstrijd, denk ik. Want de eerste helft zit er bijna op en krijg je twee minuten blessuretijd. Dus de laatste actie gaat... nu gebeuren. Ja, dit kan weliswaar de laatste actie worden en dit is voor Club Brugge. Geraken ze nooit in die 16 voor een schot te placeren? Dat is natuurlijk de vraag. Blijven in balbezit, kan er nu een schot uitkomen? Komt er zeker uit, wordt afgeketst. Tegen de vuisten van de keeper, die er maar net aan kon, was zeker een zeer goede poging, zeer gevaarlijk. En die corner, die loopt tot niets uit. De bal gaat uit en zo eindigen we de eerste helft met een 0-0 stand. Beide teams met een balbezit van 50%. En de schoten krijgen we niet eens te zien. De spelers laten er geen gras over groeien. Willen meteen aan die tweede helft beginnen. En zo hoort het ook. Ja, absoluut. Hopen dat hij net zoveel actie brengt als de eerste helft. Maar wat meer doelpunten. Rocketti heeft zich laten gelden hoor. Met waarschuwingsschoten van afstand. Heeft laten zien zeker niet kansloos te zijn in dit duel. En ook verdedigen toch zijn mannetje te staan. Een paar goede timeshots van Club Brugge. Laten we hopen dat voor Rocketti de vloek van het manual goalkeeping niet weer toeslaat. Kijk eens wat een goed schot richting lange hoek. Wordt in eerste instantie afgeslagen, maar nog altijd nee. De kans is nu verkeken, zo lijkt het. Want Club Brugge kan eruit en doet dat uitstekend. Miran Salim aan de rechterzijde van het veld. Tussen twee man probeert hij zich door te wermen. Dat gaat natuurlijk niet. Dan is het Mouskroen met de overname. Daar een man vrij. Ik wilde zeggen, daar de man op het middenveld, die komt inlopen vrij. Maar hij gaat meteen voor de spits. Opportunistisch schotje richting korte hoek en dat mislukt dan. Inderdaad, 51 minuten hebben we gespeeld. Club Brugge, die hier een bal bezit is, vindt daar de ruimte op de flank, maar wordt niet gebruikt. Blijft gewoon de bal gecontroleerd door het midden rondpassen. Ziet dan ruimte op die andere flank. Eens kijken wat Miran deze keer gaat doen. Gaat hij hier voor een voorzet of gaat hij toch naar binnen passen? Of haalt hij een scheenbeweging uit? Ja, nee. Probeert er een mooie actie, maar loopt de bal gewoon letterlijk uit. En zo wordt het een doeltrap. Een lange bal langs de zijlijn die hier weer aankomt bij Mouskroen. Zeer mooi, zeer mooi. Wacht een beetje af. Misschien niet de beste beslissing, ik weet het niet. Want de verdedigers van Club Brugge zijn bijgebeten hier, kijk!
Een heel hard schot, weer in de handen van de keeper, maar een zeer, zeer, zeer mooie actie. Ja, en dat schot werd van richting veranderd, anders had het misschien wel in de korthoek tegen de touwen geslagen. Nu ging het gedeflecteerd juist richting de goalkeeper, waardoor Club Brugge gewoon niet hoeft te vrezen. Alhoewel, hier wel van alles te vrezen, want daar komen weer vier rood-witte hemden aan gestormd. Royal Excelsior Mouscron, de kanoniers, schot over. De lont is aangestoken. Het is Rocchetti die duidelijk maakt dat voor hem nog alles op het spel staat. En dat hij wil vechten voor die laatste kans. Ook al is hij afhankelijk van zijn vriend Benjamin Biernaert van Charleroi. Dat die moet verliezen. Ja, hij gaat voor die ultieme kans. Hij gaat ervan uit dat als daar punten blijven liggen, dat hij dan het zal afstraffen en zich zal opwerpen, opstomend op de ranglijst. Jij is ook wat afhankelijk van Antwerpen, KV Oostende natuurlijk. Die moeten ook verliezen. Maar het is allemaal mogelijk. En het is duidelijk dat hij niets aan toeval wil overlaten. Ja, absoluut. Gaat strijden tot de laatste wedstrijd. Dat zien we duidelijk. En laten we hopen dat het voor hem gewoon goed uitpakt. Ik bedoel, als het sterk in de wedstrijd is. Ik zou zeggen dat Mouscron toch beter in deze wedstrijd staat als Club Brugge momenteel. Wat we niet snel verwachten van Miran. Aangezien hij zowat elke wedstrijd domineert en waar hij dan puntjes laat liggen, ja, daar speelt hij ook een geweldige wedstrijd. Nee, maar het is inderdaad wel Anthony Rocchetti die toch wel indruk maakt op deze wedstrijd. En dat zien we dan misschien een klein beetje frustratie of paniek bij Miran, die redelijk lang nog wat tactische aanpassingen maakt. Ja. 60 minuten hebben we ondertussen gespeeld, een paar wissels, Pereira die erin gaat. Ja, Benzai eraf, die heeft veel doelpunten gemaakt. Vossen trouwens ook vaak doelpunten maken bij Brugge als invaller. Dus wellicht kan hij het weer doen met het fluwelen linkervoetje. Nou is het Rocchetti die de bal krijgt toegespeeld en die gaat het afstraffen. Jazeker, perfect getimed in de korte hoek. U zag het en de keeper kon er niet aankomen. Het is Rocchetti van Mouscron op voorsprong. En in theorie kan hij zeker nog zesde worden als dit zo blijft. Ja, er zijn vijf spelers die kans maken op die zesde plaats van Charleroi. Als Charleroi verliest. Antwerp Oostende, reële kans. Die kunnen er voorbij kruipen op aantal punten. Dan Mouscron, Sint-Truiden en Genk. Dat op gelijk aantal punten kunnen komen. En dan hangt het af van het doelsaldo. Ja, wat dat betreft is het goed nieuws voor Mouscron. Die hebben dan een beter doelsaldo. Bij Truiden en Genk is het afhankelijk van hoe hard Charleroi verliest. En hoeveel doelpunten zij zelf maken. Nou, u bent ook weer op de hoogte thuis. Mocht u het allemaal even rustig willen nakijken, check proximus-esport.be. Terwijl wij kijken hoe Miran Salim voor de tweede keer zijn formatie toch gaat aanpassen. Ja, en ik snap niet echt wat zijn plan is. Twee keer achter elkaar heel veel veranderingen in het team aanbrengen. Ik weet niet of dat goed gaat uitpakken. We zullen zien. Anthony Rocchetti die gewoon hier naar zijn scherm moet staren. En denkt wel meer dan schiet nu eens op. Dat gaat niet helpen. Want is toch wel ondertussen misschien al binnen 2 minuten zijn team aan het aanpassen. Misschien zet ook wel de tegenstander eventjes geïrriteerd. Ja, dat kan absoluut. Maar na de vorige tactische aanpassing, tactische break, heeft hij wel meteen een doelpunt tegengekregen. Dus laten we hopen dat het deze keer niet gaat gebeuren. Want daar is balverlies en daar is Mouscron aan de bal. Lange paas hier in de 16. Oh, wow. Kan er een schot van komen? De bal is links. Ja, kan hier geschoten worden? Wacht af. Loopt bijna in het doel tegen de dekland. Of tegen de paal. Ik heb het niet goed gezien. Bal blijft voor Mouscron. Kan hier nog een schot uitkomen? Ja, zeker. Maar de keeper pakt hem. En kijk, het gebeurt bijna opnieuw. Dat er een doelpunt wordt gemaakt instant na de aanpassingen van Miran. Ja, wat gebeurt hier allemaal? Mouscron, die hier op voorsprong blijft, die heel sterk in de wedstrijd staat. En kans na kans voorbij ziet vliegen. Ja, Mouscron laat het op de laatste speeldag aankomen. Komt dan tegen Club Brugge, de lijstaanvoerder, de koploper, de kampioen. De man die onverslaanbaar lijkt. En dan ineens komt hij weer tot leven, Anthony Rocchetti. Ik zei het al, wedstrijden waarvan je verwacht dat hij ze wint, laat hij liggen. Wedstrijden waarvan je verwacht dat hij misschien wel gaat verliezen, dan pakt hij ze ineens weer. Het is echt hot en cold. Het is echt op en neer met Rego. Maar vandaag is hij een klas apart. Maar hij krijgt een heel ongelukkig doelpunt tegen. De lange hoek wordt gezocht. Bal gedeflecteerd. En die gaat dan onder de handen van de grabbelende keeper de goal in. Het is zuur voor Rocchetti. Het is fijn voor Miran Salim die op weg lijkt naar een prachtig aantal punten. Want het wordt 34 als het 1-1 blijft. Mocht hij toch winnen, dan wordt het 36. Ja, dat zou fantastisch zijn. En zijn doelsaldo is ook weer lekker opgevijzeld zo. Schrijvers op het scorebord. Een van de verse mannen. Ik ben heel benieuwd. Gaat Rocchetti mentaal sterker blijven? Gaat hij kunnen terugvechten? Hij kan zichzelf in ieder geval niets kwalijk nemen als het misgaat vandaag. Hij heeft toch gevochten voor elke kans.
En in de laatste 20 minuten hoeft hij maar één goal te maken tegen Club Brugge. Om toch nog als winnaar van het veld te stappen. Inderdaad, maar wat een zure manier om achter te komen. Hier moest Kroen die hier een antwoord op moet geven. Ah, goed geplaatst schot, maar gaat erover. Maar inderdaad, wat een zure manier om achter te komen. Kijk, ik ben een heel grote fan van Mirons speelstijl. Ik vind dat hij het absoluut verdient op nummer 1 te staan. Maar hier had hij het toch niet verdiend om die gelijkmaker te hebben. Moest Kroen die een beetje de wedstrijd in handen neemt. Die voorstaat en dan op zo'n manier gelijk komen. Ja, dit moet pijn doen. Dit moet pijn doen voor Anthony Rocchetti. Want hij, die winst is van uiterst belang voor hem. Kan hij dan hier een 2-1 maken? Dat is natuurlijk de vraag. Je eerste schot wordt afgeketst. Tweede schot komt er ook niet uit. Dus Club Brugge aan de bal. Hier kan de wedstrijd helemaal omgekeerd worden. Als hier een lange bal aankomt, de bal gaat naar achter, krijgen we hier nu een lange bal te zien. Nee, het wordt gewoon uitgespeeld. De paas is hier, de paas is daar. Maar helaas. Uitverdedigd door Muskroen. Wordt gefloten, dus actie wordt stilgelegd. Maar kijk, nog 10 minuten te spelen, hier kan nog van alles gebeuren. Beide spelers hebben nog veel in petto, willen nog veel laten zien. Dus ik denk dat het nog wel een spektakel kan worden deze laatste 10 minuten. Absoluut, inderdaad nog 10 minuten te gaan. Nu een gelijke stand, maar de wedstrijd kan zoals je zegt helemaal op zijn kop worden gezet door Miran Salim als hij scoort. Rocchetti die zet alles op alles om hier de winst te grijpen, want dat is wat hij nodig heeft. Niets meer, niets minder. Een gelijkspel is niet goed genoeg. Die 1-1 heeft hij niks aan. Voordeel, of sorry, een vrije trap. Gefloten door de overtreding van Club Brugge. Rocchetti blijft met man en macht aanvallen. Hij blijft ervoor gaan. Hij doet het bijzonder goed. Is weer in het strafgebied van Club Brugge. Gaat hij hem kunnen afmaken. Wat een prachtige skill move. Bijna uitverdedigen dat misging. Maar Club Brugge komt toch onder de druk vrij. En je moet haast in het hoofd van Rocchetti kruipen. En dan denken van hoe hoog zal de stress nu zijn. Hij zal beseffen dat de laatste 5 minuten zijn ingegaan. En dat er dan nog een klein beetje blessuretijd volgt. Hij zal nu onder hoogspanning staan. De druk is groter dan ooit. Kan hij het hier nog omdraaien? Tuurlijk, als pitbulls werpen ze zich op hun Brugse tegenstanders. Maar het gaat niet, want Miran Salim is weer aan het doen wat Miran Salim altijd doet. Geeft de bal wel aan de doelman. En dan gaan we in de blessuretijd misschien nog één kans zien voor Anthony Rocchetti. Als hij het veld met succes kan oversteken. Inderdaad, 2 minuten blessuretijd krijgen we te zien. De laatste kans ziet er naar uit dat hij voor Muskroen gaat. Komt hier een voorzet? Nee, een paas en die wordt verspeeld in de voeten van de Club Brugge. Spijtig, want daar gaat de laatste kans. Dit is het. Ja. Hier Club Brugge die hier zomaar met de winst naar huis kan gaan als dit goed wordt afgesloten. Maar helaas, de match wordt afgesloten. 1-1 gelijkstand. Je ziet het, de ontgoocheling, de teleurstelling in Anthony's ogen. Spijtig, want ik had hem graag willen zien winnen. Absoluut sterk gespeeld door beide spelers overigens. Club Brugge, die zoals altijd gewoon sterk speelt. En daarmee eindigt deze wedstrijd op 1-1. Ja. Precies, sportieve plicht gedaan door Club Brugge. Charleroi mag wat dat betreft in de handjes knijpen. 14 schoten, waarvan 7 in het kader. 8-7 voor Club Brugge. Ook iets meer balbezit door Rocchetti. Hij had vandaag echt resultaat verdiend. Hij gaat naar huis met een punt, dat is een resultaat. Maar niet het resultaat waar hij op hoopte. En Club Brugge wordt kampioen met, we weten nu het puntenaantal, 34 punten. En dan heeft hij een doelsaldo van 38 voor en 21 tegen. Het is waanzinnig knap. We gaan eens even luisteren of hij tevreden is. Ik heb stom de bal weggegeven, waardoor ik een goal tegen krijg. Dat gebeurt eigenlijk bijna niet. Het is eigenlijk niet gebeurd, heel de competitie lang. Misschien wel op de laatste match was. Dan maak ik nog mooi de 1-1. En dan probeer ik wel door te drukken, lukt niet. Toch nog een goed einde, vind ik. Ja, nu, hoe heb je deze competitie beleefd? Hoeveel geld had je erop ingezet dat jij de reguliere competitie zou winnen? Ik dacht van mezelf dat ik redelijk hoog ging gaan. Ik weet niet, gewoon een voorgevoel. Omdat ik redelijk nieuw ben. Ik heb nog nooit echt een grote competitie gedaan of een groot toernooi gespeeld. Het is mijn eerste echt serieuze competitie, Dus ik vind dat ik het heel, heel goed heb gedaan. Ik ben er heel blij mee. Tu rates le top 6 de très peu, de la déception. Oui, énormément. J'avais énormément de possibilités sur ce championnat de prendre beaucoup de points. J'en ai raté énormément. Et ces matchs nuls sur la fin qui me coûtent le top 6. Qu'est-ce qui t'a manqué dans ce tournoi? Je dirais de la confiance en moi, énormément. Car dans FIFA, je trouve, c'est ce qui compte le plus.
si on, en fait, comme on l'a vu en début de championnat, j'étais pas énormément confiant et j'ai raté beaucoup d'occasions. Et plus je rate d'occasions, moins j'ai confiance. C'est un cercle vicieux en fait. Donc c'est ce qui m'a coûté la place dans le top 6, mais bon, c'est la vie. Dames en heren, matchday 15 van de Proximus E-Pro League. We gaan in actie zien Oostende tegen Anderlecht. En we spelen bij de Kustboys, oftewel Oostende, thuis in de Versluisarena, waar 8500 mensen in kunnen. Ik ben benieuwd of er vandaag veel volk komt kijken, want voor Oostende staat er wel iets op het spel. Voor Anderlecht, ja, alleen nog misschien behoud van de eer. Mijn naam is René Treur en ik ben getuige van deze wedstrijd. En sterk nog, ik mag een commentaar opgeven samen met Kastiop. Inderdaad. Kastiop, welkom. Ja, dankjewel. Kastiop, oftewel Kasper Schubilski, want ik denk af en toe, je gaat Kasper Schubilski zeggen, ja, dan zeg je Kastiop. Geen idee. In ieder geval, Anderlecht tegen Oostende. Het belooft een spannende wedstrijd te worden. Aangezien Robin hier alles op alles gaat moeten zetten. Hij speelt zijn laatste wedstrijd. Een teleurstellende Proximus E-Pro League. Laatste in de stand, twee keer maar kunnen winnen. Ja, ik denk dat die Kevin hier zijn winst gaat proberen af te snoepen. Dat hij echt alles, maar dan ook alles op alles gaat zetten. Dan uiteindelijk toch in die laatste wedstrijd toch met een klein beetje een trots gevoel naar huis mag gaan. Ja, zeker. Oostende staat natuurlijk op de 8e plaats. Hij heeft nog alle kansen om de 6e plaats over te nemen van Charleroi. Moeten ze wel even winnen natuurlijk vandaag. En daarbij zijn ze afhankelijk van het resultaat van Antwerpen ook. Met Zimet Killer die op doelsaldo boven hem staat op de 7e plaats. En dan is het Oostende dat mag aftrappen in hun eigen Versluisarena. En het zijn de gele hemden aan de linkerzijde van het veld natuurlijk. En dan aan de rechterkant, zoals we gewend zijn, het paars-wit van Anderlecht die hier op bezoek komen. De recordkampioen met natuurlijk Robin Seus als vertegenwoordiger. Ik ben heel benieuwd wat ze kunnen brengen vandaag. Het eerste schot is voor Oostende, maar die is ruim naast. En dat komt door de interventie van een verdediger. Dus daar gaan we een corner zien. En dat kennen we van Oostende, die zijn gevaarlijk. En dan zien we hem hoog worden ingebracht en leek haast of hij weg werd gekopt door een van de aanvallers. Ja, inderdaad. Ja, Anderlecht is aan de bal, maar het is van uiterst belang voor Oostende vandaag om te winnen. Want als ze winnen, worden ze natuurlijk geplaatst voor die play-offs. Dan springen ze bovenop Charleroi en dat is natuurlijk wat Kevin vandaag gaat proberen waar te maken. Is nu wel in balbezit. Na een 8 minuten gespeeld te hebben, heeft hij nog geen enkel schot op doel gelost, als ik me niet vergis. Maar komt dan nu wel toch gevaarlijk in die 16. Gaat hij op een schot komen? Ja, dat gebeurt net niet. Is spijtig genoeg. Maar blijft een balbezit. Wordt dan uiteindelijk wel weggespeeld. En zo kan Robin weer zijn aanval opbouwen. En benieuwd wat hij daarvan gaat kunnen maken. Hij ziet een lange bal. Ziet de ruimte langs de flank. Wordt het op een heel gekke wijze. Gewoon op de grond gemorzeld. Gewoon een rugbyduw. Scheidsrechter die niet fluit. Hoeft ook eigenlijk niet, want het was een duel. Maar altijd grappig om te zien. Ziet, Anderlecht blijft de bal bezit. Ziet de ruimte langs de flank. Komt dan op een schot van heel ver, maar gaat gewoon weer recht in de handen van de keeper. Ja, misschien even om zijn statistieken op te wijzen. Dat is natuurlijk misschien iets mentaals dat straks als het rustsignaal bereikt wordt. De gelijke stand, dat het toch wat indruk maakt als er veel schoten staan op je tegenstander. En ik denk niet dat dat werkt tegen Kevin Lenglet, de man van 29 uit Zaventem. Zoals gezegd, zeer veel ervaring. Laat zich het hoofd niet op hol brengen, laat zich niet gek maken. Hij speelt altijd zijn eigen spel. Hij speelt altijd behoedzaam, maar probeert wel zoveel mogelijk de aanval te zoeken. En dat maakt het wel degelijk vermakelijk. Hij speelt zelf ook voetbal bij HO Veltham, onder andere. Dat is natuurlijk niet zijn enige hobby samen met FIFA. Verder veel tijd aan doorbrengen met zijn gezin. Oh, wat een vet schot. Perfect getimed. Ik dacht dat een goal zou worden, maar onderkant laat en het veld terug in. Dan is het Anderlecht dat weer de andere kant op mag rennen met de bal aan de voet. Ja, inderdaad, en als we 20 minuten gespeeld hebben, zagen we de gevaarlijkste actie tot nu toe. Zeer, zeer mooi schot van zeer ver tegen deklat. Ja, spijtig. Hij mocht er van mij ingaan, gaat hij deze keer erin. Nee, het schot wordt afgeblokt en gaat weer recht in de handen van de keeper van Anderlecht. En de vraag is, kan Anderlecht dan nu opbouwen? Vindt heel veel ruimte langs de flank. Gaat dan door het midden passen en verliest de bal weer. Ja, er worden heel mooie acties in deze wedstrijd gemaakt. Maar er wordt ook heel veel
Ja, worden dat steken die gelaten vallen worden? Ja, zeker. 25 minuten gespeeld nu. En de eerste tactiekwijziging gaat plaatsvinden. En het lijkt Zeus van Anderlecht te zijn die daar met name in wil schuiven. Alleen de personele bezetting wordt iets aangepast. Een aantal spelers van positie gewijzigd. Je ziet daar Bakkali op 10 bij Lenglet. Dat was de player to watch. Di Mata was dat natuurlijk bij Anderlecht. Want dat is die niet alleen het echi, ook op de digitale velden. Een absolute smaakmaker. Verder hopen we te kunnen genieten van Santini bijvoorbeeld. Die het ook niet echt bijzonder goed doet. Die zien we iets minder in de Proximus E Pro League. Maar wie weet, deze wedstrijd is nog zeer, zeer jong. En hij gaat hervatten met de inworp van KV Oostende met Kevin Lenglet. Eens zien wat hij daarvan kan maken. Speelt de bal rustig in het rond. Zeer geconcentreerd. Ook zeer nuttige passes. Hier die een beetje geduw en getrek aan de shirtjes van Oostende door de verdediging van Anderlecht. Maar de scheidsfluit niet. Oostende blijft de bal bezitten. Probeert daar met een mooie schijnbeweging voorbij die laatste man van Anderlecht te komen. Ja, spijtig. Nu gebeurt dat niet. Laat wel... Ja, verlies balbezit op een zeer gevaarlijke positie. En daar gaat dan de 1-0 voor Kevin. Ja, mooi schot, maar echt ja, op een zeer domme manier de bal kwijtgespeeld door Robin. En ja, het komt hem zuur te staan hoor. Terecht de voorsprong van Oostende. Maar ja, spijtige zaak voor Robin die de bal verliest op een zeer gevaarlijke positie. En op zo'n cruciaal moment, ja. Ja. En zo staat het 1-0. Ja, absoluut. Uitstekend toepast. Toegepast timed shooting hier in de lange hoek. Kevin Lenglet doet het bijzonder goed. Ik weet inmiddels waar ik op moet letten. Mede dankzij de tips van Abdullah Wijs en Brian Mouillard. Inderdaad, rondom de cursor verschijnt natuurlijk dat groene lijntje. Tenminste, groen als je het goed doet. En dat deed Lenglet uitstekend zelfs. Anderlecht op achterstand. Het zijn de Kustboys die gaan strijken met de voorsprong. Oostende, toeristische stad, 71.000 inwoners. We hebben een haven, we hebben ook een luchthaven. Dus het is een grote stad. En sinds 2014 opnieuw in de eerste klasse, de hoogste Belgische voetbalklasse, te bewonderen. En dat is maar goed ook, anders hadden we Kevin Lenglet misschien niet aan de aftrap zien verschijnen in de Proximus E Pro League. En hij geeft ons zeer veel vermaak en maakt het spannend tot de laatste speeldag. De club die trouwens nog nooit kampioen is geworden in de eerste klasse, maar wel bekerfinalist was in 2016-2017. Ja, absoluut. Oostende die het in de echte voetbalwereld gewoon laatste jaren... ontzettend grote progressie heeft geboekt. En ja. Die zegt van hun, daar ging het eventjes gevaarlijk worden, maar het gevaar is nog niet weg. Nu ondertussen wel. Maar Oostende die de laatste jaren gewoon progressie heeft geboekt en zegt dat een volwaardige, echte, goede middennoot van de eerste klasse heeft gemaakt. Ja, en dat is altijd mooi om te zien, hoe zo'n club staan progressie boekt en omhoog gaat, beter spelers koopt. En zich in het algemeen gewoon ontwikkeld. Ja, absoluut. We stonden gewoon keurig 12e rond de winterstop. Dus wat dat betreft, je hoeft je niet te schamen. Je hoeft ook niet van de daken te roepen. Maar dat is gewoon wat je mag verwachten van Oostende. Vorig jaar ook een zeer sterk seizoen. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Maar ja. Ik weet niet hoeveel ze uiteindelijk geëindigd zijn. Maar ze hebben echt heel mooie wedstrijden gespeeld. Ze hebben ook veel onverwachte partijen gewonnen. En natuurlijk met Mark Koeken toen aan de zijde. Ja. Hadden ze een fantastisch seizoen achter de rug. Maar goed, 43 minuten gespeeld in deze eerste helft. Oostende die op voorsprong staat met een mooi doelpunt. Maar een slechte actie van Robin die eigenlijk het doelpuntje weg heeft toen. Ja. Maar het ziet er nu uit dat we met een 1-0 de rust ingaan. We krijgen 2 minuten blessuretijd. Er kan dus nog één actie uitkomen. Het ziet er nu uit dat hij voor Oostende gaat. Kan hij hier van ver schieten? Dat is natuurlijk de vraag. Wordt geschoten, maar wordt afgeblokt. En zo gaat de laatste actie dan toch misschien naar Anderlecht. Is daar nog tijd voor? Ja, daar is nog tijd voor. Komt hier een lange bal langs de flank? Nee, langs het midden. Die met een beetje geluk aankomt bij Anderlecht. Maar dan uiteindelijk wordt weggespeeld of verspeeld. Maar goed, we gaan op naar de tweede helft. Ondertussen staat het 1-0. Ja, gaat het gelijk op. Ik zou zeggen, Oostende staat wel iets beter in de match. Robin die hier en daar een stom foutje maakt. 59% balbezit ook voor Oostende. 6 schoten op doel voor Oostende ook. Ja, dat is wel een tikkeltje beter dan Anderlecht.
En ja, ik ben alleen maar benieuwd wat het in de tweede helft kan worden. Ja, absoluut. Het is Robin Seuss die tegen een achterstand aankijkt. Hij zal moeten terugvechten. En met de nadruk op vechten in die tweede helft. Want hij staat er niet fantastisch voor. En natuurlijk sowieso in de... Ja, ik wilde zeggen Jupiler Pro League. Daar hadden we het net natuurlijk even over. In de Proximus e-Pro League natuurlijk. En Anderlecht dat in de Jupiler Pro League een stuk hoger staat. Maar ook niet eigenlijk naar hun historische... hun gevoelsmatige positie voldoen. Want zij willen altijd bij de top 3 zitten. Het liefst altijd kampioen zijn. Zijn dat ook het vaakst geworden in de Belgische hoogste klasse. Maar dit jaar lijkt het niet te gaan lukken. Kan in theorie natuurlijk nog altijd. Maar met de nadruk op lijkt dan. Maar laten we toch even focussen op wat KV Oostende leek richting strafschopgebied op te gaan, maar dat gaat niet lukken. Het is Anderlecht dat overneemt, Robin Seuss dat dan meteen de aanval zoekt. Dat gaat niet lukken. KV Oostende dan met de overname, maar heeft weer een lange weg te gaan naar de goal. En Lenglet kennende zal hij dat rustig aan en behoedzaam doen. En inderdaad, hij schuift hem hier rond in de achterhoede op zoek naar de vrije middenvelders. Die zijn vooralsnog niet te vinden. Nee, inderdaad. Ondertussen 52 minuten gespeeld, balbezit voor Oostende die... probeert op te bouwen en naar de tegenstander zijn helft probeert te geraken. Op een rustige manier, staan voor. Ik bedoel, Kevin heeft geen haast. Hij moet zich nergens zijn trein halen. Moet nergens nog heel veel doelpunten maken, want hij staat stabiel met een 1-0 voorsprong. Het is wel een minime voorsprong, maar als hij geconcentreerd blijft spelen, zal het normaal moeten lukken om tot het einde van deze wedstrijd op deze score te blijven. Kan hier dan toch een heel mooi schot krijgen. En prachtig, prachtig, prachtig doelpunten. 2-0 voor Oostende. Mooi timeshot van heel ver. Ja. Weinig op aan te merken. Terecht verdiend. Ik zei het, hij speelt gecontroleerd. Blijft gewoon goed in balbezit. Pakt al zijn tijd om de ruimte te zoeken. Vindt hij dan uiteindelijk. En dan komt hij met zo'n knalder van een schot. Een zeer mooie manier om in de 56e minuut op een 2-0 voorsprong te komen. En Robin Seuss misschien wel naar huis sturen met... weer een nederlaag. Ja. Belangrijke 2-0 hoor. Want stel je voor dat Antwerp zijn wedstrijd ook wint. Antwerp heeft op dit moment 1 doelpunt beter doelsaldo dan Oostende. En staat gelijk op punten. Dus stel je voor Antwerp wint ook, maar dat is maar met 1 doelpunt verschil. Dan komen ze gelijk op punten en gelijk op doelsaldo. Dus dan zouden we... hoe gaan we het dan doen? Nou, dan moeten we nog maar eens even kijken naar het onderlinge resultaat, denk ik. Verder Sporting Charleroi natuurlijk 2 punten meer op dit moment. Maar als die vandaag verliezen, dan gaat die er voorbij. Stel je voor die spelen vandaag gelijk. Dan blijven die op een doelsaldo van +6 staan. Dan zou Oostende er nog eventjes 2 bij moeten prikken. Dan komen zij ook op een doelsaldo van +6. Als ze hier dus met 4-0 winnen of met 5-1. Dus dat even de scenario's die zich nu nog kunnen voltrekken in het laatste half uur van deze wedstrijd. Waar overigens een grove charge plaatsvindt van de Anderlecht speler op de rechterflank, Robin Seuss, die aan de noodrem trekt. En Oostende gaat vrije trap mogen nemen. Lijkt geen kaart aan te pas te komen, dat hoeft blijkbaar niet. Maar het was wel een stevige ingreep hoor. Ja, inderdaad. Maar zoals je er net al alles overliep van hoe de punten er kunnen uitzien of hoe het klassement kan uitzien na deze winst van Oostende, komt dan gelijk te staan met Antwerpen als ze ook winnen. Ja. Nee, maar dat betekent dus, dit is de laatste speeldag. Dit is ontzettend spannend, want er zijn nog enkele play-off plekken te verdelen. Of beter gezegd, er is 1 laatste play-off plek te verdelen. En daar, dat is waar er om gestreden moet worden. En ik ben zeer benieuwd wie daarmee naar huis gaat lopen. Ondertussen zit Oostende er vrij goed voor. Ik denk niet dat die deze wedstrijd nog uit handen gegeven gaat worden door Kevin. Maar de vraag is natuurlijk wat Antwerpen gaat doen. Gaan ze meer scoren? Gaan ze een beter doelpunt saldo hebben of niet? Want dat is natuurlijk ook van belang als je evenveel punten hebt. En het is dan wel op een zeer zure manier. En weer een schot, weer een 3-0. Bijna gelijk hetzelfde als een 2-0. Hij is er trots op hoor, op dit doelpunt. En dat zou ik ook zeggen, want wat een schot. Ja. Echt van kilometers ver gewoon. 3-0 terecht ook. Echt wijzend op hetzelfde. Zijn shirt. Ja, hij wijst op zijn shit inderdaad. Ja, maar bijna op dezelfde manier heeft hij ook die 2-0 gemaakt. Met beide keer dezelfde speler. Dat is gewoon prachtig. Echt, 3-0 is terecht. Ik zei het, je gaat de wedstrijd waarschijnlijk niet meer uit handen geven. En na zo'n 3-0, dan lijkt het wel haast onmogelijk voor Anderlecht om hier nog
en 3 punten te pakken. Ja, komt dat nu toch wel een mooie actie. Je gaat er bijna met een puntje, met een doelpuntje lopen. Ja, zeer mooi geprobeerd van Robin, maar helaas ernaast. Ja, en het scheelt niet eens heel veel voor me. Ja, net over de kruising. Ja, die is voor iemand in het publiek. Die heeft ook een goede dag als hij mee naar huis kan smokkelen langs de beveiliging. Het is 3-0 en we zagen die reactie van Kevin Lenlet bij de 3-0. En dat is zeer veelzeggend. Hij heeft ook met die calculator in zijn handen gezeten hoor. Hij heeft ook gekeken wat er kan gebeuren als Charleroi gelijk speelt of verliest. Hij heeft ook gekeken wat er kan gebeuren als Antwerp wint. Hij beseft dat het doelsaldo zeer, zeer belangrijk kan zijn. Charleroi speelt later vandaag een moeilijke match tegen Racing Genk van Wesley Campana, die in theorie nog een kans heeft, maar dat is echt wel heel onwaarschijnlijk, want die moet waanzinnig veel doelsaldo goed maken ten opzichte van die andere ploegen die op gelijke punten kunnen komen op die 6e plek. Dus wat dat betreft Campana, maar ja, misschien dat hij ook nog gelooft in zijn kansen en misschien dat hij gaat voor een grote overwinning en dat zou goed nieuws zijn voor Kevin Lenglet, die dan alleen maar zich zorgen hoeft te maken om Antwerp en om doelsaldo Charleroi. Ja, inderdaad, ik bekijk eventjes die doelpunten saldo en we kunnen gewoon met een gerust hart eigenlijk zeggen dat Genk... Dat wordt hem niet meer. Het wordt hem niet meer. Min 4 ten opzichte van plus 6 voor Charleroi. Ja, je moet 10 doelpunten maken. Ik bedoel, het is mogelijk inderdaad. En ja, ik denk precies. Als deze spelers uit de Proximus in Pro League online gewoon gaan spelen, dat ze wel eens 10-0 kunnen maken. Maar hier... Ja, maar Kasper, hij speelt wel tegen Charleroi. Dus elk doelpunt dat hij maakt, telt dubbel. Oké, daar had ik eventjes niet op gelet. Ja, dus 5-0, dat zou genoeg zijn. Want dan is het onderling resultaat dat verschil. Inderdaad, het zou een droomscenario zijn voor Genk. Ja? Een droomscenario voor Limburg. En heel stiekem voor mij. Maar het kan wat. Er gebeurt echt veel hoor op deze laatste speeldag. Hou het in de gaten. En blijf vooral kijken, want het wordt nog bijzonder spannend. Ondanks dat deze wedstrijd dat niet meer zal worden. De laatste 5 minuten zijn namelijk aangebroken met een 3-0 voorsprong voor Oostende. Dat nog één keer op avontuur gaat. En dat nog zal proberen om te werken aan dat fantastische doelsaldo. Want dat is zo belangrijk. Hij was al positief. Het wordt van plus 2 wordt het plus 5 als dit zo blijft. En dat betekent dat hij zichzelf een goede dienst doet. Als Charleroi namelijk verliest hier, dan wordt hun doelsaldo ook minimaal eentje minder dan plus 6. Dus ook plus 5. Interessant, er kan veel gebeuren. Inderdaad, en de tijd tikt, de klok gaat een 0. Alsjeblieft! Maar kijk hier, 4-0. Alsjeblieft, dan hoeft Charleroi maar met 1 doelpunt verschil te verliezen. En gaat Oostende er boven kruipen op de ranglijst. Maar 1 doelpunt verschil is genoeg. Wauw. Ja, Kevin, zit goed in vorm. Absoluut mooie wedstrijd. Ja. 4-0 tegen Anderlecht. En dan op wat voor een manier, altijd met die mooie afstandsschoten. Ja, prachtig om te zien. Hij weet waar hij mee bezig is. Kijk eens aan, zeker. Hij knikt van ja, dit is een zeer mooi doelpuntje. En geniet er ook van om naar deze herhaling te kijken. En dat zou ik ook doen, want de tijd tikt en de match gaat na deze laatste actie eindigen. En met zo'n eindstand, ja hier kijk, dat schot kent bijna nog af. En het kon als ware een 4-1 worden. Maar kijk, de match gaat nu afgefloten worden, of krijgen we dan toch nog een actie van Anderlecht te zien, dat kan natuurlijk ook. Wie weet krijgen we dan toch een 4-1 op het scorebord te zien. Ja, kijk eens aan, dan toch! En het beteuterde gezicht van Lenglet meteen, die besefte dat weer net iets minder kansrijk maakt voor zijn top 6 missie. Hij gelooft er nog altijd in en hij heeft er alles aan gedaan vandaag. Ja, hij steekt een duimpje op naar de camera, keurig, sportief. Mooie goal, met andere woorden, naar Robin Seus. Maar Lenglet zal niet tevreden zijn dat hij die nog heeft geïncasseerd. Tegelijkertijd mag hij zich tevreden prijzen dat hij alles heeft gedaan om top 6 te eindigen dit seizoen. Hij gaat even moeten toekijken samen met ons hoe de komende wedstrijden gaan eindigen. Maar heeft kans om naar die top 6 te schuiven. Is daarbij heel erg veel dank verschuldigd aan Wesley Campana als dat gaat gebeuren. Laten we dat nog even afwachten terwijl we naar de statistieken kijken. Ja, Oostende gewoon veel meer balbezit. Evenveel schoten op doel, maar meer schoten gepleegd. Laten we de spelers nog voor een laatste keer voor de camera halen en ze het hemd van het lijf vragen. Je l'ai certainement pas pris de haut parce que à mes yeux ça reste un très bon joueur avec beaucoup de qualité malgré sa place au classement.
Donc j'ai simplement joué mon jeu comme si je jouais une tête de classement, donc concentré, j'ai fait ce que je savais faire et j'ai pas tenté des choses que je ne savais pas faire et ça a bien tourné pour moi dans ce match, donc je suis satisfait. Oui, un joueur que tu as l'air d'apprécier, on a vu le petit pouce en l'air sur le 4-1. Oui, parce que je trouve qu'il méritait ce but, il en méritait peut-être même deux, parce qu'on voit que c'est un joueur qui a envie de montrer des choses, qui est peut-être un peu difficile avec la scène, mais dans le fond c'est un très bon joueur et je le sais même en dehors de la scène ici que c'est un très bon joueur, donc il mérite ce but. Il a été mal payé dans ce tournoi, il aurait dû être plus haut ? Pour moi il aurait dû être plus haut parce qu'il a eu énormément de malchance, donc oui il a été très mal payé. C'est un très sterke tegenstander et en first time finesse is zeer goed en dat is zeer moeilijk om dat te verdedigen. Ja, hij heeft inderdaad gedaan wat hij moest doen. Nu, het was een rot seizoen voor jou, dat moet niet gezegd worden. Het is tijd om je te rusten en te herbronnen, neem ik aan. Ja, klopt. Ja. Deze competitie heb ik niet echt geluk gehad, ook altijd verloren in de laatste minuten meestal. Dus dat is niet makkelijk. Ja. Dames en heren, daar gaan we weer met Proximus E-Pro League. Mijn naam is René Treur, naast mij zit Kasper Przybylski. En ja, u kent hem als Kastiop misschien. Een van de bekendste YouTubers in België, mag ik wel zeggen. Ja. En Kasper, wij gaan genieten van Kortrijk tegen Antwerpen. Het recept hier is duidelijk voor Kortrijk. Ja, die zijn al zeker van top 6. Sterker nog, die zijn eigenlijk zeker van top 3 of top 4. Ja, Nicolas Persoon zou nog kunnen inhalen op doelsaldo. Maar voor Antwerpen is hetzelfde recept als voor eerder voor vandaag voor Kevin Lenglet. Hij moet winnen en hij moet zijn doelsaldo flink opkrikken. Want Charleroi staat 6e, kan achterhaald worden op punten. Maar dan zijn ze afhankelijk van doelsaldo. En dan betekent dat, laten we even kijken, Antwerpen staat op plus 3 nu. En ja, Kevin Lenglet is nu uitgekomen op een doelsaldo van plus 3 doelpunten verschil, dus plus 5. Dus wat dat betreft moet hij minimaal 4 doelpunten verschil winnen. Nou, het is een zware opgave, zeker tegen Mansen Bogaert. Maar de laatste speler zagen we Alexander Simet 4-1 winnen van Benjamin Biernaert. De speler daarvoor zagen we 4-1 winnen van het Anderlecht van Robin Zeeuws. Hij is in top shape, de Simet killer. Gaat hij ook vandaag iemand zo de nek om kunnen draaien? Ja, inderdaad. Het zou heel mooi zijn. Hij komt van een 12e positie. Is dan helemaal na de vorige speeldag opgeschoven naar de 7e plaats. En het zou fantastisch zijn voor hem, zeker als jonge speler, om dan uiteindelijk die 6e positie af te snoepen. Zich te kwalificeren voor de play-offs tegen de pro's. Ja, het zou een mooi sprookje gewoon weg zijn. Maar zoals hij zelf zei in het vorige interview, hij zei van ja, kijk, ik weet dat ik de laatste 2 wedstrijden moet winnen. Ik heb die voorlaatste niet gewonnen. Ik kan de laatste gaan winnen om mij te kwalificeren met een doelpuntensaldo verschil dan wel. Maar als ik verlies, ja, so be it. Ik heb een fantastische tijd achter de rug. En dat is gewoon mooi om te zien. Een zeer fair play speler. Overigens zijn alle spelers uit de Proximus Pro League heel fair, heel bescheiden. Ja. En geen enkele speler is zoiets van, ja, ik moet winnen, ik ben de beste. Nee, iedereen is bescheiden. Dat is heel mooi om te zien. Maar ik zeg het zou een mooi sprookje zijn voor Antwerpen om dan helemaal op te klimmen en zich te kwalificeren voor die top 6. En hier in eerste actie, kijk eens aan. Wow. Ja, Kortrijk. Oef. Mansen, wat doet je nou? In de 4e minuut of de 6e minuut al een 1-0. Ja, prachtig. Heel mooi uitgespeeld. Ja. Alexander die daar met zijn mond vol tanden staat. Want dat was een zeer sterke actie. Ja, zeker. Is het Mansen Bogaert die zijn dromen aan duigen gaat schieten? Nou ja, dromen. Voor het seizoen zei hij het ook al in een interview. Ja, dit gaat gewoon een mooie leerervaring voor mij zijn. Maar dan toch, op het moment dat je 7e staat, een voorlaatste speeldag, dan ga je er toch stiekem wel van dromen, denk ik. Dan wil je nog wel meer dan alleen die leerervaring in de E-Pro League. Dan wil je ook in de play-offs, want dat zou echt de ultieme leerervaring zijn voor deze 16-jarige speler. Tegen de top van België, de absolute top. Ja, daar speelt hij nu al tegen, maar dan ook nog even de crème de la crème erbij van de 5 e-sporters die bij clubs onder contract staan. En kijk eens even, Mansen Bogaert zit er alweer tussen. Ja, die doet echt wel zijn sportieve plicht. Sterker nog, die wil hier gewoon een tweede plaats op de ranglijst veroveren. En ten koste van Cercle Brugge, van Jason Logge zou dat dan gaan natuurlijk. Want die staat op gelijke punten, heeft een iets minder doelsaldo. En ja, dat betekent dat als Kortrijk dat wil, dan moeten ze geen fouten maken vandaag. En sterker nog, dan moet hij ook een paar doelpuntjes erin prikken. Want je kan er niet van uitgaan dat Jason Logge zijn wedstrijd niet wint of gelijk speelt. Of dat hij weinig doelpunten maakt. Dat is niet iets dat je verwacht. Ja, inderdaad. Een schatje wordt afgeblokt.
Als hij niet werd afgeblokt, dan zou het wel zwaar gewoon zomaar 2-0 kunnen staan na 15 minuten gespeeld te hebben. Dat blijft dus 1-0. 16 minuten gespeeld, wordt afgefloten, dus de bal gaat terug naar Antwerpen. Eens kijken of ze hier een aanval uit kunnen bouwen. Dat is natuurlijk de vraag. De bal wordt in het rond gespeeld, rustig, maar toch wel gecontroleerd en zelfs zeker. Vindt er de ruimte aan de andere flank, wordt dan alsnog door het midden gespeeld. En hij blijft de man zoeken. Redelijk traag tempo, alles op het gemakje. Maar verliest dan uiteindelijk de bal. Dus de bal gaat terug naar Mansen. En eens zien wat hij daarvan kan maken. Want 20 minuten gespeeld ondertussen. Het is nog een heel lang tijdje te gaan in deze wedstrijd. Dus er kan van alles gebeuren. Ja, het is een tactisch steekspel tot nu toe hier in het Guldensporenstadion. Het stadion van Kortrijk. De club van Vincent Tan, die ook eigenaar is van Cardiff City. We hebben dat al eerder aangehaald. Kampioen waren ze nog nooit. Ja, in 2008 kampioen van de tweede klasse. Waarna ze natuurlijk promoveerden. Worden gecoacht door Yves van der Hagen, de Belg Kortrijk. Ja, de kerels worden ze ook genoemd. En Mansen Booghuis maakt de kerels trots voor dit seizoen. Want hij is al zeker van die top 6. Hem gaan we terugzien in de play-offs. En dat is belangrijk. Voor Ziemet Killer iets minder belangrijk. Maar stiekem wel een droom geworden inmiddels. Want hij staat op de 7e positie op de ranglijst. En bij winst kan hij eventueel opkruipen naar de 6e positie. Maar dan is hij afhankelijk van het doelsaldo. Aangezien Kevin Lenglet zijn wedstrijd heeft gewonnen. En als Charleroi gelijk speelt. Ja, dan komt ook die op een gelijk aantal punten. Bij Kevin Lenglet en een eventueel winnende Alexander Ziemen. Dus dan moet hij dat doelsaldo ook nog eens eventjes. Dat is plus 6 op dit moment zelfs. Lenglet op plus 5. Dus het is een beetje afhankelijk van Charleroi. En het is een beetje afhankelijk van hoeveel doelpunten er verschil. Er kan worden gewonnen van Mansen Booghuis. Maar kan er worden gewonnen van Mansen Booghuis? Want dat is niet veel spelers gelukt hoor, dit seizoen. De 22-jarige man uit Bissegem, die doet het echt waanzinnig goed. Speelt al sinds 2004 casual FIFA. Sinds een aantal jaren echt competitief ook. En FIFA 18 was wel zijn favoriet. Maar in FIFA 19 doet hij het ook wel echt waanzinnig goed. En die vlogt Connection. Interessant. Ja, dat is de eerste keer denk ik dat we zoiets zien, of niet? Ja, zeker. Wat moet er op dit moment gebeuren dan? Ja, de admin moet erbij worden geroepen. En die zal zijn zegje erover moeten doen. En dan is het ineens opgelost. Ja, maar heftig. Ik vraag me af, hoe hebben ze dat gedaan? Want het blijft 1-0. De match moest toch opnieuw worden gestart, of niet? Lijkt me ook. Ik durf het even niet te zeggen. Ik denk dat ze eventjes gewoon het doelpunt hebben doorgelaten en eventjes de minuten hebben doorlaten lopen. Zoiets zal het moeten geweest zijn. Maar ik bedoel, hoe kan je lost connection hebben in zo'n situatie? Heel gek. Maar kijk, FIFA, kan van alles gebeuren. Het is in ieder geval heel professioneel en mooi opgelost. En zo gaan we verder in deze wedstrijd. 33 minuten gespeeld. 1-0 voor Kortrijk. En we gaan gewoon verder met de match alsof er niets gebeurd was. Precies. Kortrijk aan de bal. Zoekt rustig tempo. Een man die ergens in de vrije ruimte een mooi loopje kan doen. Richting de tegenstander. Maar verliest aan de bal. Dus Antwerpen die hier heel snel op een counter kan tegenaan leunen. Een beetje hier en daar een scheenbeweging. En dan een verre trap. Mooi geplaatst. Maar in de handen van de keeper geen enkel probleem voor de Smet. Nee. Die hier de bal in de voeten legt, een beetje uitdaagt, maar dan toch wegtrapt. Antwerp probeert hier met man en macht ertussen te komen. Ja, zij zijn in de achtervolging. Het is duidelijk, er moet gewonnen worden vandaag. De student van 16 jaar speelt al 8 jaar FIFA. Speelt voetbal bij City Pirates, centrale verdediger daar, frappant genoeg. Want zijn grote kracht hier is toch wel het dribbelen. Hè? Hij is goed met de bal aan de voet. En uit corners dan weer niet zo fantastisch. Daar haalt hij nooit resultaat uit en hij krijgt nog wel eens wat tegen. Dat is toch raar voor een centerback, om het zo maar even te zeggen. Een mooie paradox. Maar het is Kortrijk dat hier het karakteristieke Mansen Booghuis spel op de mat legt. Heel veel langdurig balbezit, geduldig rondschuiven en wachten op die opening. En af en toe zagen we er een klein foutje in zitten, zoals deze, waardoor Antwerpen ertussen kan komen. Het is niet de favoriete tegenstander van Mansen Booghuis, heb ik het idee, qua speelstijl. Want tot nu toe kan Mansen niet echt in zijn spel komen. Eens even kijken of dat hier ook beloond kan worden met een doelpunt. Nee, het schot gaat recht op de keeper af. En nog een minuut blessuretijd te gaan en dan gaan we voor de rust zien fluiten door de scheidsrechter. Nog altijd 1-0 voor Kortrijk. Dat wel, de voorsprong.
Inderdaad. En ik heb zo net gezien dat het balbezit verdeeld was van zo'n 90% voor Antwerpen of Kortrijk. Dat weet ik niet meer, tegen 10%. Dus dat ondertussen ook de eerste helft die gedaan wordt. Maar zo wordt mijn vraag beantwoord wat er gebeurd is. Ze hebben gewoon de match even opnieuw gesimuleerd. Ze hebben even de tijd laten doorlopen. Dus de statistieken die je nu gaat zien zijn helaas niet van toepassing. Hoe het is gelopen in de eerste helft. Beide teams, ik zou zeggen, het gaat wel gelijk op. Beide teams, zowel Mans als Alexander, zowel Kortrijk als Antwerpen zitten goed in de wedstrijd, krijgen goede kansen. De bal wordt flink op een hoog tempo rondgespeeld en ziet dus aan 80% balbezit voor Kortrijk. Dat bedoel ik dus. Niet naar kijken, want dat is absoluut niet het geval. Nee. Ik zou zeggen, het is zo'n 50-50 ongeveer. We zullen het nooit weten, maar we gaan op naar de tweede helft, waar Kortrijk zijn winst probeert te behouden en waar Antwerpen op een geweldige wijze nog probeert te winnen om die play-off-plaats te pakken. Maar het begint stilaan een onmogelijke taak te worden, naar mijn mening. De tijd tikt. Doelpunten moeten er worden gemaakt. Maar Mansen die staat gewoon stevig in zijn schoenen. Zowel verdedigend, zowel aanvallend, zowel op elk vlak van de wedstrijd. Dus het wordt een lastige taak voor Alexander. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar ik zeg toch dat het bijna onmogelijk is. Maar we zullen in ieder geval zien. Ja, hij krijgt zo weinig doelpunten tegen Mans. Hij heeft diverse potten de nul gehouden. Dat is al 4 keer gelukt. Hij heeft maar van 1 speler meer dan 2 tegendoelpunten gekregen. Dat is Bernard van Charleroi. Die klapte ook meteen met 6 stuks. Echt pakte hij heel goed uit. Maar ja, hoe waarschijnlijk is het dat we zien met een aantal goals erin gaan zien trappen in een half uurtje tegen de meest... Ja, de best verdedigende speler zo'n beetje van de hele Proximus E-Pro League. Nou, we gaan hem hier wel weer zien proberen in ieder geval. Daar ligt het niet aan. Wist je trouwens dat Mansa Bogaerts ook jeugdspeler was bij KV Kortrijk? Nee, hij was zelf jeugdspeler bij KV Kortrijk. Amai. Amai, amai. Wow. En dat was ook een mooi schot. Binnenkant palen eruit. Het is alle hens aan dek nu even bij Kortrijk. Bij de voormalige jeugdspeler. En nu dan e-sporter van Kortrijk. Hij was jeugdspeler dus bij Kortrijk. Heeft dan geen voetbalcarrière kunnen maken, maar is goed bezig om dan een heel mooie e-sportscarrière te maken. Ja, dat is ook mooi. Ja, ja zeker. Mag e-sport is ook een sport. Ja, en draagt hij alsnog het shirt van zijn favoriete club. Hoe gaaf is dat? Ja, ik zou dat ook wel willen, hoor. Ja. Het moet goed aanvoelen, hoor, om voor je club te strijden in deze competitie. Met een echt clubshirtje rondlopen. En, ja, zeker. Ja, je club te vertegenwoordigen, dat moet gewoon heerlijk zijn. Waanzinnig. Nu, minder heerlijk als je verliest, dan... Dan heb je toch een schuldgevoel, want als team in de voetbal, je speelt een slechte wedstrijd, je verliest. En het zijn je toch zelf veel supporters inderdaad die iets verwachten. Ja, inderdaad, maar als je een wedstrijd in het echte voetbal verliest, het kan zijn dat je gewoon heel goed gespeeld hebt. De schuld ligt niet aan jou. Maar als je hier dan een wedstrijd verliest, ja, je staat er alleen voor. De schuld ligt wel bij jou, ofwel is de tegenstander natuurlijk te goed, maar... Jij alles of niet. Man die de knoppen beroert inderdaad. Het is een solo sport om het zo maar even te zeggen. Dus wat dat betreft, of tenminste meestal, je hebt ook 2-2 toernooien natuurlijk. Heel af en toe zelfs meerdere spelers. Maar Kortrijk doet het vandaag bijzonder goed. Zoals we eigenlijk van hem gewend zijn. Ik denk, aardig. Cornertje gaan we zien. En ik denk dat als hij de play-off zelf zou kunnen winnen, Mansa Bogaerts, dat er dan wel een roeibootje volgeladen wordt met bierkratten. En dat de rivier de Leie af wordt gevaren door Kortrijk heen met Mansa en een aantal vrienden. Want die gaan dan wel even een feestje vieren. Ja, zover is het natuurlijk nog lang niet. Maar hij staat op het punt om deze competitie af te sluiten met meer dan 30 punten uit 15 wedstrijden. En dat is bijzonder knap als de score zo blijft of uitgebreid wordt door Kortrijk. Ja, inderdaad. Ben je benieuwd naar andere scores, statistieken of allemaal weetjes over de spelers, dan kan je altijd surfen naar www.proximus-esport.be en daar vind je alle informatie. Want we zeiden alweer hoeveel doelpunten Kortrijk heeft gemaakt, maar heb je zoiets van nee, Kortrijk is mijn favoriete ploeg niet, ik wil weten hoeveel doelpunten Oostende bijvoorbeeld heeft gemaakt, dat kan dat dus nogmaals op www.proximus-esport.be, e-sport zonder S van achter niet te vergeten, en daar vind je dus alle informatie. Ja, absoluut. Kortrijk dat hier gaat aanleggen voor een afstandsschot, nee, de ruimte is hem niet gegund door Antwerp. De verdediger laat zien dat hij ook op het digitale veld kan verdedigen. Het is hier Alexander Ziemet in de aanval, de man uit Merksem. Gaat hij het doen? Ja, of de jongen uit Merksem. Kijk eens even. Nou, hij speelt als een man. Hoppatee. Weer een bal op de lat. Dat is de tweede keer dat hij het aluminium raakt in deze wedstrijd. Zonde. Eerst binnenkant palen eruit. Nu onderkant latten eruit. Het zit hem niet mee, hè, vandaag. Nee, absoluut niet. Maar wat een bizar schot. Dat was van een heel, heel grote afstand. Als die binnen zat, dan...
Ja, dan was dat wel heel mooi geweest. Ik kreeg er zelf gewoon bijna zweet van aan om zo'n schot te zien. Ja, ja, ik wou een woordgrapje te maken van wat ik zou doen als dat gescoord wordt, maar ik kwam er niet uit. Dus vandaar. Maar ondertussen dus 75 minuten gespeeld. Kortrijk met 1-0 voorsprong. Met een minimaal voorsprong, maar die wel toch wel stevig in de wedstrijd staat. Die de winst niet zomaar uit handen gaat geven. Alexander in het rood van Antwerpen, die dan toch op een of andere manier gaten probeert te zoeken. En alsnog het doelpunt probeert te maken. Maar het gaat moeilijk worden hoor. Ja, met nog zeker. Een dikke 10 minuten te spelen lijkt het haast onmogelijk. Ja, het is überhaupt al moeilijk om die kansen af te dwingen. Dat staan ze ook nog even te verzilveren. Dan moet alles op de juiste plaats vallen. Tot 2-0 toe valt hij op lat en paal. En dat is zonde voor de Zimet Killer. Die vandaag net dat beetje richting aan het vizier ontbreekt. Zo lijkt het. En Kortrijk dat uitstekend ijskoud uitspeelt. Geen enkele vorm van berouw. Genadeloos hier voor de jongeling uit Antwerp. Uit Merksem. Dat is zuur voor de Zimet Killer. Maar hij mag er genoegen in nemen dat hij een fantastisch seizoen heeft gespeeld. Dat hij eindigt in de middenmoot. Ja, tenzij hij in de komende 10 minuten nog even een hele hoop doelpunten kan maken. Ja, 5 zouden er nodig zijn om dat doelsaldo van Lenglet te slechten. Dus dat lijkt niet reëel. Sterker nog, inmiddels in de 84e minuut mogen we concluderen dat dat niet meer gaat gebeuren. Kan hij toch nog de score glans geven hier? Hij heeft er de kansen toe gehad hoor vandaag. Een man die graag Fortnite speelt, de student. Die Ruud Gullit als favoriete speler heeft in FIFA. In het echte Messi en Barcelona zijn favorieten. Ja, weer een schot. Deze gaat over. Dan is het duidelijk dat het een winstpartij gaat worden voor Kortrijk. Op zijn beurt Eden Hazard als favoriete speler. Ja, kan je ze beide ongelijk geven? Ik denk het niet. Nee, inderdaad. En kijk. Hij gaat misschien met verlies naar huis. Hij gaat dan net langs die zesde plaats en play-off kwalificatie grijpen. Maar ik bedoel, kijk, hij heeft een mooie competitie achter de rug. Je zei het ook in interviews, als ik die laatste wedstrijd verlies. Het gaat zuur zijn, maar het is zo. Ik ben blij dat ik een paar mooie wedstrijden heb gespeeld. Hij heeft heel veel mooie wedstrijden gespeeld. En hij hoopte op een top 10. Dat heeft heel dik gehaald. Dus ik denk dat we allemaal trots op hem mogen zijn. Ik bedoel, 16 jaar is hij. En zo een prestatie neerzetten. Hij heeft nog jaren om te evolueren, nog jaren om te groeien. En ik denk dat het nog als hij zo door blijft doen, dat het zeker nog een heel grote speler zal worden. Dus als het dit jaar niet is, dan zal hij misschien een ander jaar heel, heel, heel succesvol zijn. Wie weet. Maar dus, ondertussen 92 minuten op de klok. De scheids fluit deze wedstrijd af. En zo gaat Kortrijk met de winst naar huis. Blijft op de tweede plaats. En een 2-0 overwinning op Antwerpen. Zuur voor Alexander, maar oh zo lekker voor Mansen. We gaan nog eventjes kijken naar de statistieken. Maar de controller was uitgevallen. Ja. De match moest opnieuw gestart worden. Dus deze statistieken zijn niet echt 100%. Serieus, nee. Ik zou zeggen, de schoten zijn wel, die kloppen wel voor dan in de tweede helft. Maar de balbezit klopt van geen kant. Maar in ieder geval, de handen worden geschud. De spelers gaan naar huis. Want dit was hun laatste match. En allebei fantastisch gespeeld. Zeker. Kortrijk mag zich rijk rekenen. En van Zimet Killer gaan we nog heel veel zien in de toekomst. Een grande jugador. Laten we nog even luisteren naar de interviews. Ik denk dat ik de kansen afgewerkt heb die hij laten liggen heeft. Ik kom ook vroeg op voorsprong. Is natuurlijk anders spelen voor hem dan. Dan kan ik perfect mijn spuitje spelen en veel balbezit. En dan moet hij komen en kan ik nog meer hem een beetje irriteren eigenlijk, door veel balbezit te houden. Dus als die eerste goal voor hem valt, is die wedstrijd natuurlijk helemaal anders. Maar dat weet je nooit. Ja. Zeg eens, hoe kijk je terug op het seizoen? Ja, het is totaal niet wat ik verwacht had. Het is veel beter natuurlijk. Ik dacht van mee te strijden gewoon voor de top 6. Tot het einde en keinig tweede of derde te zien wat Cercle nog doet in de laatste wedstrijd. Ja, ik kreeg echt weinig doelpunten tegen. Buiten de wedstrijd tegen Charal, waar ik er 6 binnen kreeg. Voor de rest 14 in totaal, denk ik. Bij al de wedstrijden samen. Dus ik ben echt tevreden over het spel. Ik geloofde wel in mijn eigen dat ik die kon winnen, maar hij was gewoon te sterk. Dat was een van de beste tegenstanders dat ik heb gespeeld voor deze competitie. Hij was gewoon beter dan mij. Ik kon niks doen. Nee. Het is dit seizoen al verschillende keren gezegd. Hij speelt heel zakelijk en heel cool. Nu, hoe kijk je terug op dit seizoen? Ik ben wel tevreden over de statistieken. Ik zei top 10 was mijn doel en ik ben 9e plaats geëindigd. Dus dat is perfect.
Ja, u hoort het, dames en heren. Benjamin Biernaert. Nog even voor de camera gehaald voor deze match om te vragen naar zijn gevoel voor die match. Want er staat nogal wat op het spel in matchday 15 van de Proximus E-Pro League. Mijn naam is René Teur. Naast mij zit Kasper Przybylski, oftewel Kastiop. En wij gaan genieten van een match waarin Benjamin Biernaert gewoon eigenlijk moet winnen. Of heel misschien gelijk spelen, maar eigenlijk moet hij gewoon winnen om te zorgen dat hij zesde blijft. Ja, hij verdedigt inderdaad zijn positie voor die laatste plek voor de play-offs voor tegen de pro's te spelen. En ik ben benieuwd of hij dat kan waarmaken, of hij zijn positie kan behouden. In ieder geval, hij begint sterk aan deze wedstrijd. Hij gaat meteen voor in de vaandel schiet. En daar is al het eerste doelpunt. 1-0 in de tweede minuut. Ja, dat is een prachtige manier om deze wedstrijd te beginnen. En een prachtige manier om de competitie, om de Proximus in Pro League af te sluiten met een mooie zesde plaats. Gaat hem het lukken? Dat is natuurlijk de vraag. Maar als hij zo door blijft spelen, dan gaat het volgens mij wel lukken hoor. Wauw, ongelooflijk. Ik zou haast denken dat je naar een highlight reel zit te kijken. Maar niets is minder waar. Dit is gewoon de daadwerkelijke wedstrijd. We zijn pas 3 minuten onderweg. En Cas Eupen staat op een achterstand. De Pandas komen hier op bezoek in het Stade du Pays de Charleroi. Waarna we nog 1 keer zijn afgereisd. Sporting Charleroi met Benjamin Biernaert in actie te zien. Pedro Pereira, de uitdager, met zijn manschappen. Die normaliter spelen in het Keerwegstadion, die getraind worden door Claude Makélélé. Aanvoerder Luis García, de Spanjaard. Aan de andere zijde gewoon een Belg met de captainsband, Félix Mazou. Dat is de coach. En daar is het ook een Spanjaard, Francisco Martos, die de kapitein is. En tot nu toe een goede start van Charleroi. Sterker nog, hier gaan ze een tweede kans afdwingen. Een kansje. Het schot in de korte hoek gepakt door de keeper. 10 minuutjes gespeeld. De voorsprong is er al voor Benjamin Biernaert. Die natuurlijk gewoon moet winnen om zeker te zijn van die zesde plaats. Ja, bij een gelijkspel zou het ook nog kunnen. Maar er staan 5 man te trappelen om die zesde positie over te nemen. Als zij winnen en Charleroi verliest, dan geldt het voor allemaal dat ze kans maken. Voor 2 daarvan geldt het dat als Benjamin gelijk speelt, dat ze ook nog kans hebben. En Kevin Lenglet heeft daarvoor eigenlijk net niet goed genoeg doelsaldo. Dus wat dat betreft zou een gelijkspel goed genoeg zijn. Alexander Zimet hebben we inmiddels ook zien spelen. Dus eigenlijk haakt die ook af. Maar eigenlijk als Biernaert gewoon wint vandaag, dan kunnen al onze scenario's de koel pakken, toch? Ja, inderdaad. Dan is het op 6 duidelijk. Dan is het op 6 heel duidelijk. Dan behoudt Charleroi wat die 6e positie. Mijn vraag is, gaan ze dat doen of niet? Nu, na 12 minuten gespeeld hebben, gaan ze weer zeer sterk er tegenaan. Want kijk, in de 12e minuut, daar is alweer een 2-0. Dit belooft toch wel een doelpunt of zijn te worden, denk ik. 2 goals in 12 FIFA-minuten, dus dat is hoeveel? 2 minuten in werkelijke tijd. Dat is zeer goed begonnen aan deze wedstrijd. Eupen, die daar gewoon geen grip kan krijgen op deze wedstrijd. Komt ook weinig in balbezit, hoor. Het is niet enkel de doelpunten die het verschil maken. Dus ook in het algemeen de match, de controle ligt volledig bij Benjamin en volledig bij Charleroi. En dat zie je ook aan het scorebord. Een kwartier hebben we nu gespeeld. Eupen die dan toch aan de bal komt en dicht bij de goal komt van de tegenstander. De eerste keer in deze wedstrijd zit er een open man helemaal in het midden. Ja, probeert die laatste bal te passeren en een schot te plaatsen, maar lukt niet. Wordt goed uitverdedigd door Eupen. Of beter gezegd door Charleroi. Maar Eupen blijft aan de bal. Ja, Eupen in de witte shirts, Charleroi in het prachtige oranje. En kijk eens even, dat heeft ze vaker mooie wedstrijden opgeleverd. Wat te denken van een 6-1 tegen Kortrijk, Manse Bogaerts. Ook toen droegen ze deze oranje shirts. Ja, en ik heb het al vaker gezegd, een garantie voor doelpunten Benjamin Biernaert. En met name richting eind van het seizoen is hij dat absoluut aan het waarmaken. Meest scorende speler na Robin Sleewagen van AA Gent. Terwijl Pedro Pereira zijn eerste wapenfeitje laat aantekenen. Ja, 38 goals inmiddels voor Charleroi voor deze matchdag. Dat betekent dat hij nu op 40 staat. De tweede speler na Gent die de 40 doelpuntengrens doorbreekt. Magisch. En misschien kan hij hem zelfs inhalen vandaag. Dat zou betekenen dat hij topscorer wordt van de Proximus E-Pro League. Ook al wordt hij geen kampioen, dat is toch ook een leuke titel om bij te schrijven, denk ik. Ja, absoluut. Als je topscorer bent in deze Proximus E-Pro League, dan wil dat iets zeggen. Maar inderdaad, Charleroi met 38 doelpunten, dat is ontzettend goed. Nu ondertussen 40 doelpunten na deze 2-0. Dus hij gaat er tegenaan, hoor. Hij is goed op weg om de topscorer te worden. Als hij zo door blijft gaan, dan kan dat wel zwaar eens helemaal goed komen. En dan heb je zomaar
ja, je als topschutter als naam in de Proximus Pro League, ja. Dat is fantastisch. Ja, en nog beter nieuws dat hij dan ook in de top 6 blijft. Want als hij die 6 goals maakt die nodig zijn om AA Gent voorbij te steken, dan zal hij toch zeker niet meer uit die top 6 vallen. Maar Pedro Pereira, die laat het er niet bij zitten hoor. Die scoort hier de aansluitingstreffer in de 28e minuut. Gaat het even rustig vieren bij de cornervlag. Ja, de man uit de commune Le Forest, 20 jaar oud pas, doet het goed dit seizoen. Speelt graag voetbal en speelt ook heel graag FIFA. Dat doet hij al sinds 2012. En zijn doel, ja, hij was duidelijk. Ik wil gewoon graag top 6 eindigen. Dat zit er niet meer in voor Cas Eupen. Die moeten zich gerust instellen dat ze de kloof naar Standaard Luik en Anderlecht dusdanig groot hebben gemaakt dat die niet meer te overbruggen valt. Dus hij zal niet in de onderste regionen eindigen, maar wel in het rechte rijtje. Helaas voor hem. Maar misschien een mooi eind aan je competitie breien. Misschien nog Lokeren, Waasland, Beveren. En misschien zelfs Genk. Nee, Genk is niet meer bij te halen. Maar misschien toch Lokeren nog inhalen op de ranglijst. Dat zou leuk zijn voor hem. Inderdaad. 31 minuten gespeeld, of 32 minuten gespeeld, beter gezegd. Hebben we nu in deze wedstrijd 2-1 staat er op het scorebord Eupen. Die hier de bal verliest op een zeer gevaarlijke positie. Maar Charleroi kan deze kans niet benutten, waardoor het gewoon 2-1 blijft. Maar Eupen die tamelijk gewoon weg aan het zakken is in de wedstrijd, heeft er net wel gescoord. Ja. Maar Charleroi blijft redelijk domineren, zowel balbezit als aanvallen als spelkansen in deze wedstrijd. Zo zien we hier maar weer eens een kans opbouwen, verliest de bal. Maar recupereert hem. Kan er een voorzet uitkomen? Dat is natuurlijk de vraag. Mooie schijnbeweging hier voorbij. De laatste maal. Mooie paas in de 16. Ja, blijft balbezit behouden op een zeer mooie wijze. Dit is prachtig om te zien. Een voorzet die wordt afgeblokt en valt in de handen van de keeper. Ja, spijtig. Ja, absoluut. Charleroi is dus de thuisclub vandaag. De Zebras die dat voordeel hebben. De Zebras tegen de Panda's, dat is wel grappig. En dat is met name door de tenues. Maar geen van beide hanteert de normale tenues. Geen van beide in de zwart-witte. Ja, outfit zoals we die kennen van hen in thuiswedstrijden. Het is vandaag oranje tegen wit. Alhoewel, ja, dit lijkt wel een beetje op het panda shirt. Natuurlijk wit met een vleugje zwart voor het Cas Eupen van Pedro Pereira. Die natuurlijk Portugese roots heeft. Maar wel gewoon een Belgische nationaliteit hoor. En sterker nog, hij zegt het lezen van mijn opponent is mijn sterkte. En mijn defensie, dat is ook een sterk punt. Ja, en hij speelt verder graag NBA 2K. Dat is dan misschien een zwakte, dat hij zich laat afleiden door andere games. Want als je focust op FIFA, dan kan je natuurlijk de beste resultaten boeken. Ja, inderdaad. Nu, focussen op FIFA is één ding. Langs de andere kant, ja kijk, ik weet niet of het heel slecht is om af en toe eens een ander spelletje te spelen. Zeker bijvoorbeeld games als NBA. Het is ook een sportgame, je hebt er ook tactiek voor nodig. Het is misschien een goede kans om je brein eventjes op te frissen, ja. Om wat andere denktechnieken toe te passen. Maar inderdaad, als je veel gaat afwijken met veel andere games, want daar is Charleroi weer met een heel mooie lap. En hier is de 3-1, prachtig schot. Heel mooi afgewerkt in de 45e minuut. We gaan de eerste helft afsluiten, maar voordat we dat doen, wordt hier gewoon nog een mooie schot gelanceerd. Ja. 3-1 staat het nu voor Charleroi. Maar wat ik dus zei, als je focust op andere games, het moet niet bepaald slecht zijn. Je kan bijvoorbeeld een beetje je denktechnieken, je speltechnieken aanpassen in andere games. Maar inderdaad, als je veel andere games gaat spelen, noem maar op dat je bijvoorbeeld 6 games tegelijk speelt, Fortnite, Call of Duty, noem maar op. Dat is dan misschien wel niet de beste tactiek om goed te worden in FIFA. Ik wil toch even Benjamin Biernaert voor de eerste keer in het hele complete seizoen met een fysieke reactie op een doelpunt. En dit was een doelpunt dat hij zelf maakte. En eindelijk komt er iets van een barst in het panzer van de man die zich als standbeeld liet zien dit toernooi. Nu zit hij zelfs te shaken, te trillen. Ja, inderdaad. Hij is wel heel zenuwachtig. Hij blies net echt na die gescoorde goal, na die 3-1, blies hij echt de stress van zich af. Hij legde de hoofd in de handen. Hij begon over zijn hoofd te wrijven. Ik heb hem eerder dit seizoen nog niets geen reacties gegeven op voor- en tegendoelpunten. Hij beseft nu dat hij zich veilig lijkt te spelen voor die top 6. En misschien dat nu alle spanning van hem afvalt, dat hij zich eindelijk even durft los te gooien en kwetsbaar te tonen, zo lijkt het. Ja, hij moet gewoon het hoofd koel houden in deze tweede helft en gewoon zijn positie behouden.
Ja, en dan is hem gekwalificeerd. Je weet wat hem te wachten staat als hij in die top 6 geraakt. Gewoon mooi tegen de pro's spelen. Zijn competitie is dan nog niet afgelopen. Hij heeft misschien dan een heel mooie toekomst in e-sports, wie weet. Maar hier is Eupen dan weer met een gevaarlijke actie. Wordt dan wel buitenspel gefloten, spijtig. Want dat kon wel zeer gevaarlijk worden. Maar inderdaad, hoeveel stress er van je af moet gaan als je weet van kijk, het is bijna zeker dat je doorgaat naar die top 6 play-offs. Ondertussen met een heel mooi steekballetje door Charleroi, die uiteindelijk tot niets uitloopt met een schot recht in de handen van de keeper. Maar inderdaad, hoeveel stress er van je af moet gaan als je weet dat je die top 6 hebt behaald, dat is onwaarschijnlijk. Ja, zeker. Dat blijkt. Want de man die de Iceman werd genoemd bij mij, het standbeeld, die laat toch zien dat hij dat niet echt is. Dat hij toch wel degelijk borrelt van binnen. Dat hij toch wel degelijk emotie heeft. Dat het eruit komt pas op het moment dat het mag. Ja, we zien hier de player to watch, Victor James Osimhen, al zo vaak succesvol voor Charleroi. Niet alleen hier op het digitale veld, vandaag ook weer 2 keer en al eerder in het seizoen veel goals. Maar ook 8 goals en 2 assists in de reguliere competitie rond de winterstop. En zijn recente wedstrijden heb ik niet kunnen bekijken, helaas door allerlei andere toernooien die ik moest becommentariëren. Wat dat betreft is het van de ene wedstrijd naar de andere wedstrijd, van de ene game naar de andere game. Maar kijk eens even, wat een heerlijke opening. Charleroi, Benjamin Binaert met de beslissing wellicht. Kijk eens wat speelt hij dit fantastisch goed uit. 4-1. En nu gaan zijn ogen dicht. Nu laat hij zichzelf eindelijk even genieten van het moment. Eindelijk even rustig worden. Even niet die druk en die focus. Eindelijk ontspanning bij Benjamin Binaert. Inderdaad, kijk, prachtig. Ook prachtig afgewerkt. De schijnbeweging en die paas. Dan niet nog een andere paas. Prachtig. 4-1 op het scorebord. Ja, het begint op een monsterscore te lijken. Want we zijn nog maar 56 minuten aan het spelen. Het is nog helemaal niet gedaan. Er is nog ruimte. Er is nog tijd zat voor doelpunten te maken. En de vraag is, gaat dat ook gebeuren? Het ziet er naar uit dat Eupen hier met een gevaarlijke kans komt. Maar wordt uitverdedigd door Charleroi. Het blijft dus 4-1. Geen kans voor Eupen. Charleroi hier met de counter gaat er stevig tegenaan op een hoog tempo. Zoekt een man. Gaat hij het vinden? Nee. Wordt afgeblokt, maar alsnog blijft een bal bezit. Nu is er heel veel ruimte langs de flank. Komt hier een voorzet uit het 1 keer? Nee. Hij gaat een klein beetje afwachten tot er meer een man vrijkomt voor het doel. En speelt de bal dus helemaal terug. Ja, dit had ik niet verwacht van deze actie. Ja, verspeelt de bal dan. Dat is niet echt slim. Hier kan Eupen van profiteren. De vraag is, gaan ze dat doen? Ja, ze blijven in balbezit, maar verliezen alweer de bal. Ja, kijk, het ging eventjes gevaarlijk worden. Ik dacht van, dit is wel misschien een cruciale fout die gemaakt wordt, maar het blijft veilig. Er is geen doelpunt gevallen door dat stom foutje. En Charleroi blijft gewoon dat doel zoeken van de tegenstander. En de vraag is, gaan ze dat nog vinden? We hebben 65 minuten gespeeld. Charleroi blijft een bal bezit. Een kleine schijnbeweging gaat voorbij de man met een paasje. Zoekt de andere man, vindt hij ook. En nu een geplaatst schot van zover. En deze zit erin. Dit is een prachtig doelpunt. Dit is prachtig. Ja. Echt waar, 5-1 op het scorebord. En kijk, classic Bobo goal. Deze man moet blij zijn. 5-1 staat het nu. Hij is zowat 100% zeker van een plaats in de top 6 play-offs. Gaat daarmee zelfs volgens mij voorbij Gent, voorbij het doelsaldo. Ik weet niet of dat momenteel is gehaald. Gelijk volgens mij. Nee, ja, het doelsaldo nog net 1 goal minder positief dan dat hier van Gent. Hier ondertussen kijk eens even. 1-0.5-2. Hoeveel goals gaan we hier nog zien? Oeh. 67 minuten gespeeld. 7 goals hebben we nu in totaal gezien. 5-2 op het scorebord. Wow. Fantastisch. Wat een heerlijke match. Ja, qua gescoorde aantal doelpunten staat hij nu wel gelijk met AA Gent. Net 2 doelpunten minder positief, dat wel. Maar Gent moet nog spelen vandaag tegen Sint-Truiden. Dat wordt een lastige match. Wat dat betreft zou hij zelfs Gent nog voorbij kunnen op de ranglijst. Dat verwachten we niet, want Sleewagen is in topvorm. Hij scoort ook als een absolute lopende band in de fabriek doelpunten. Dat valt te bezien wat hij later vandaag gaat doen natuurlijk. Laten we toch even genieten van het spel van Charleroi. Benjamin Binaert, die hier met Victor James Osimhen al een hat-trick heeft gemaakt, kan hij er nog meer bij prikken. 5-2 zijn voorsprong in de 71ste minuut. Kan haast niet meer fout gaan, zou je zeggen. Maar Cas Eupen, Pedro Pereira geeft zich niet snel gewonnen. Die blijft altijd strijden voor de overwinning. Kijk eens, een aardige poging tot steekpaas. Maar Charleroi is heer en meester over dit duel. Liet een paar speldenprikjes toe, maar deelt verder mokerslagen uit. Dus wat dat betreft is het niet echt tegelijk opgaand. Terwijl hier een aardige voorzet, maar te scherp. Dan kan de keeper gemakkelijk oprapen. Ja, prachtig ook. Als je bedenkt dat Benjamin aan deze wedstrijd begon. En eigenlijk zijn ene opdracht was dus om gelijk te spelen of te winnen. Om zijn zesde plaats te verzekeren. Aangezien Gent op de vijfde plaats met
ja, meer punten stond en een doelpuntensaldo van 5 meer. Maar ondertussen is hij daar dus voorbij. En dan strijd je voor die 6e positie en kan hij alsnog over die 5e positie heen wippen. Ja, dat is gewoon prachtig om te zien. Maar nu goed, Gent moet nog een wedstrijd spelen. Dus het is nog niet zeker dat Benjamin die 5e plek heeft veroverd. Maar ja, als Gent een mindere dag heeft en verliest tegen SCWV, dan kan hij alsnog die 5e plaats hebben. Dat is gewoon prachtig om te zien. Allemaal, dit is de mooiste goal in de hele Proximus E-Pro League, denk ik. Prachtig, niet alleen een doelpunten. Festijn in deze wedstrijd, ook gewoon een goalfestijn. Een prachtige doelpunt. Wauw, Benjamin is in vorm. Dit is gewoon prachtig. Naar mijn mening de mooiste goal uit de Proximus E-Pro League. Ik heb niet alle goals gezien. Wat denk jij, René? Heb je een mooier doelpunt gezien in deze hele competitie? Nee, ik denk het niet. Nee, dit was wel echt een juweeltje. En toch weer uiterlijk onbewogen Benjamin Biernaert. Zo merk je toch dat die 3-1 voor hem veel belangrijker was dan deze 6-2. Want nu is het op het moment dat hij voelt dat de wedstrijd al gewonnen is. En daar is het voor hem het gevoel van het breken van de wedstrijd en het zeker maken van de top 6, dat toch duidelijk het belangrijkste voor hem is. Wat dat betreft is het leuk om het doelsaldo nog even op te schroeven en waarschijnlijk ook de award voor mooiste goal van de Proximus E-Pro League binnen te slepen op de laatste speeldag. Maar voor hem is de buit binnen, dat mogen duidelijk zijn. Van zijn gezicht valt niets meer af te lezen. Ik denk dat we hem straks na afloop wel tevreden zullen horen voor de camera. Het is Cas Eupen dat het nog één keer probeert aan de linkerkant van het veld. 85e minuut is voorbij. We gaan de 86e in. En dan is het Charleroi dat nog maar een keertje gaat proberen aan te zetten. Cas Eupen zit ertussen. Cas Eupen zelfs op de helft van Charleroi nu weer in de aanval. Nee, met de moed der wanhoop nog een sliding tackle, maar dat gaat niet gebeuren. Charleroi gaat dit rustig en slim uitspelen. Gaat misschien zelfs nog iets aan het doelsaldo doen. Nee, dat is dan ook weer te veel van het goede. Denkt Pedro Pereira en die werkt de bal over de zijlijn via een Charleroi-been. We gaan de Pandas inwerpen. Inderdaad, 88 minuten gespeeld, 89 minuten ondertussen. Er is nog 1 minuutje op de klok, plus blessuretijd. En we hebben ondertussen 8 doelpunten gezien. Het zou fantastisch zijn om een 9e doelpunt te zien. Maakt niet uit van welk team. Want ze hebben, ja, beide teams hebben ook in deze wedstrijd goed gespeeld. Ook al zie je dat niet aan het scorebord. Maar Benjamin heeft gewoon fantastisch gespeeld. Ja, waanzinnig. Misschien ook het verschil tussen de twee spelers. Dat Benjamin wel een coach bij zich heeft. Philippe Bouillon, de manager van Charleroi eSports. Hij was voorheen ook bij Spawn eSports natuurlijk onder contract. Dus al gewend van het druk van het spelen voor een club of organisatie. Voor Pedro is dat nieuw en dat mogen duidelijk zijn. Hij zit er niet in de koude kleren. Hij vindt het niet fijn, de 6-2. En had hij iets meer verwacht van zijn laatste speeldag. Wauw, en op doelsaldo, ja, staan we nu op 44 gemaakte doelpunten. 1 meer dan AA Gent voor Charleroi. En zij zijn zeker van hun top 6 notering inmiddels niet meer afhankelijk van andere spelers. Wat dat betreft kunnen onze rekenmodelletjes in de vuilnisbak. En ja, voor dik verdiend ook trouwens. Kijk eens even naar de statistieken. En ja, Cas Eupen, een mooi debuuttoernooi beleefd. Pedro Pereira, de 20-jarige man uit Commune Le Forest. Laten we ze beide voor de camera halen. Daar de sportieve handshake. Tu avais quand même une grande responsabilité vis-à-vis de Bobo. Tu avais son destin dans l'E-Pro League entre tes mains. Ouais, quand même. Il m'avait dit, il tremblait beaucoup. Il avait beaucoup de pression. Après, il a très bien joué. Il a fait son match. Mais bon, voilà, il a gagné. J'aurais pu aussi peut-être gagner. Mais voilà. Tu dis, il tremblait beaucoup. Tu l'as vu ça avant le match? Ouais, il tremblait pas mal. Franchement, je l'ai jamais vu ainsi parce que c'est quelqu'un qui supporte le stress. Mais là, je sais pas, il a un peu craqué, mais au final, il a su. Il m'a dit quand t'as mis le 2-1, là, j'étais en stress. T'as gagné 6-2, tu es un des vrais artificiers de cette E-Pro League. Il va falloir compter sur toi pour la finale. Il faudra compter sur moi. Je reviendrai plus fort. Je vais beaucoup plus entraîné, surtout. On va dire que j'ai un peu sous-estimé l'entraînement sur le coup. Je jouais beaucoup des amis que je connaissais, donc voilà. Donc maintenant, je vais chercher des adversaires que je connais pas, et voilà. Tu nous l'as dit au début du tournoi, quand tu étais en plein doute, tu es un des plus forts mentalement et aujourd'hui tu nous l'as prouvé. Voilà, j'ai plus rien à dire. Je pense que j'ai prouvé que mentalement je suis le meilleur et maintenant on verra au play-off. Dames
dames en heren, Proximus E-Pro League met matchday 15, de laatste matchday. En standaard Luik mag in eigen stadion, Stade Maurice Dufrasme, oftewel Schlesin, met een capaciteit van 28.000 toeschouwers, het gaan opnemen tegen het Waasland Beveren van Matthias van der Winkel. Aurelio Koster, dus de thuisspelende FIFA-speler. Mijn naam is René Treur, naast mij zit Kasper Pszewielski, aka Castiel. Inderdaad, we gaan kijken naar een match tussen Standaard en Waasland Beveren, zoals René al zei. Een match die eerlijk gezegd, ja, wat kan deze match u nog bieden, denk je? Ik bedoel, twee teams die al niet meer zich kunnen kwalificeren voor de play-offs, maar ja, ik bedoel, het kan nog een spektakel worden. Ik bedoel, ze hebben allebei niks te verliezen. Ze denken van, kijk, dit is de laatste wedstrijd. Ik kan hier nog alles op alles geven. Ik kan nog laten zien waar ik een petto heb. Maar gaat dat gebeuren? Daar is natuurlijk de vraag. Ja, dat is de vraag. Zeker voor Aurelinho staat er misschien nog iets van eerherstel op het spel. Want hij heeft niet kunnen brengen wat er van hem verwacht wordt. Wat er van hem terecht verwacht wordt. Want hij heeft in FIFA 18 hele mooie dingen laten zien op de toernooien. In FIFA 19 wil dat nog niet vlokken. Het is niet zijn game. Het is niet zijn competitie. Matthias van der Winkel heeft bij vlagen aangetoond goed te kunnen voetballen. Staat op 17 punten net onder in de middenmoot. Zou wat dat betreft gewoon aan de bovenkant van de middenmoot kunnen eindigen. Maar een zesde plaats zit er simpelweg niet in, punten technisch gezien. Hij zou nog op één puntje achterstand kunnen komen van de startaantal punten van Sporting Charleroi aan deze speeldag. Maar ja, die spelen natuurlijk zelf ook vandaag. Dus wat dat betreft, de top 6 is niet reëel. Heeft er ook nooit echt in gezeten. Alhoewel Matsu bepaalde vlagen van het seizoen heel goed voetballen. Maar wat dat betreft gewoon een mooie aanzien geven op de ranglijst. Nog dat linker rijtje halen, dat zit er voor Matthias wellicht in. Daar het eerste schot van Aurelinho. Laten we niet vergeten, dat was vorige week ook zo. Tegen, moet ik even spieken, Genk van Wesley Campana. Waar Aurelinho zelfs op voorsprong kwam. Uiteindelijk dat nog weggaf en met 2-1 verloor. Ja, spijtig om te zien dat Aurelinho zo laag in je rangschik staat. Want ik zie hem graag spelen. Het is een agressieve speler. Het is een zeer aanvallende speler. Maar die kansen, die moet hij natuurlijk afmaken en dat doet hij vaak niet en dat is gewoon spijtig. En daarmee komt hij dus op een 15e positie met Standaard terecht, wat eigenlijk niet zou mogen. Want ik zei, het is een goede speler, zoals je er net al zag. In de tweede minuut zag je wel een heel mooie aanval van hem en dat heb ik al vaker gezien. Meteen van de eerste minuut gewoon puur op de aanval, dat doet hij goed. Maar inderdaad, je moet de kans benutten om doelpunten te maken en om punten te pakken voor in het klassement. En als dat niet gebeurt, ja, dan sta je daar onderaan hem. Hier, Matsu die hier een mooie steekpas probeert te geven aan de laatste aanvaller van Waasland Beveren. Maar ja, krijgt dan de bal niet in de voeten van de medespeler, waardoor Aurelinho nu aan de bal gaat. Een mooi voorzetje. Dat is zeer spijtig. Het kwam daar tegen het hoofd van de verdediger van Waasland Beveren en bijna was dit een ongelukkige goal. Hachelijke situatie inderdaad voor de goal van Waasland Beveren. Matthias die zal daar blij mee zijn dat het geen goal opleverde. Wel een corner natuurlijk. Ik zei net, daarnet Genk, maar dat was een drietal speeldagen geleden. Die 1-2 tegen Campana. Zo, aardig schot trouwens. Ja, weer tegen het gezicht van de Waasland Beveren van de verdediger. Ja. De gezichten op de koppen van de verdedigers van Waasland Beveren hebben er wel na 14 minuten een zware werking op zitten. Ja, absoluut. Aardige herschudding, maar hij kan doorspelen. Hij blijft gewoon op het veld staan in ieder geval. Matthias van der Winkel in balbezit. Ja, ik wil nog even de resultaten aanstepen van de laatste weken. Het is eindelijk 2 overwinningen voor Aurelinho in zijn laatste 4 duels. Maar dat komt natuurlijk veel te laat in het seizoen na eerder 2 gelijke spelen en heel veel verliespartijen. En voor Waasland Beveren, waar hier bijna misschien een kans aan zit te komen. Nee, die komt er niet. Waasland Beveren is het 2 duels gewonnen van de laatste 6. En daarvoor eigenlijk ook in totaal 4 overwinningen dit seizoen. Een aantal gelijke spelen. En toch ook wel aardig wat verliespartijen. Heel mixed results, om het zo maar even te zeggen. Vandaag dan misschien de overwinning tegen Standaard Luik, waardoor ze in de middenmoot zouden belanden. Ik denk dat voor Matthias van der Winkel wel zijn doelstelling voor vandaag is. Ja, dat denk ik ook. Het is te zien of het hem gaat lukken of niet. Het is te zien. We hebben 20 minuten gespeeld. Het is nog een lange weg te gaan. Beide spelers hebben nog veel kansen die ze kunnen benutten. De vraag is, gaan ze dat doen of niet? Ondertussen, Waasland Beveren aan balbezit, speelt de bal in het rond. Ja, wordt dan afgepakt door Standaard. En hier kan Aurelinho wel een mooie kans pakken. Ja, dat is een lange steekbal. Gaat er een gevaarlijke zone komen, maar het is buitenspel. Spijtig, weer een kans die vergaan wordt voor Aurelinho. Ja. Als het zo door blijft gaan, blijft hij dan wel op die magere 17 doelpunten. In deze hele Proximus E-Pro League. Wat zeer spijtig zou zijn,
Ik zeg het, ik heb het al meermaals gezegd, het is een goede speler, maakt veel kansen. Maar ja, maakt hij gewoon heel vaak niet af. En zo komt hij inderdaad op die 17 doelpunten in 15 matchen. Dat is veel te weinig voor hem, want hij heeft er veel meer verdiend. Ja, absoluut veel meer gecreëerd, maar inderdaad het afronden, dat is het probleem. En dat maakt dat hij inderdaad de minst scorende speler is van de E-Pro League. Kijk eens even, hier gaat hij weer een mooie kans creëren, zo lijkt het. Oh, die doet hij waanzinnig goed, maar dan helaas voor hem rechtstreeks op de doelman af in plaats van naar zijn mede-aanvaller. En zo is er weer een kans die niet benut gaat worden. Juist daarvoor het goed getimede schot, maar dat was in buitenspelpositie. Deze was niet goed getimed. Gaat ook via een verdediger over de achterlijn. En dan is er een opstootje met iemand die een wesp in zijn nek heeft blijkbaar. En hem even plat slaat. Maar verder gaat het allemaal goed. Het is standaard Luik dat toch weer balbezit heeft. Net buiten strafgebied verwaasde Beveren. Standaard dat een veel betere voetballende indruk achterlaat. En tegelijkertijd ook weer, zoals altijd, slordig omspringen met de kansen. Inderdaad. 33 minuten hebben we gespeeld ondertussen. Was dan Beveren hier met een steekpaas. Die wel heel slordig wordt afgewerkt, waardoor het gewoon in de voeten van Standaard bereikt. En hier Aurelinho, die hier weer met een kans gaat lopen. En wordt het dan, deze keer wordt het weer uitverdedigd door Waasland Beveren. Spijtig, het blijft 0-0 na een toch wel redelijk actievolle wedstrijd. Ja, precies. Het eerste half uur golft op en neer. Geeft actie voor met name de goal van Waasland Beveren. Eigenlijk daar hebben alle grote momenten zich plaatsgevonden. Daar staat de keeper die met afstand het meeste te doen had. Maar dat is zo vaak zo geweest in wedstrijden van Aurelinho, waarin hij uiteindelijk met lege handen stond. Dus wat dat betreft heeft Matthias van der Winkel nog geen enkele reden om te wanhopen. Sterker nog, hij liet dat ook al eerder zien dat hij kan scoren uit het niets. En dat was vorige week ook het geval tegen het Zulte Waregem van Nicolas Persoons. Waar hij ineens terugkwam tot een 2-1 achterstand na 2-0 achter te hebben gestaan. Hij liet toen zien dat het echt nog niet over was. Kijk eens even. Aardige poging van een lange paas van Aurelinho. Maar die vindt net niet zijn doel. Dan daar de loopactie op rechts voor Waasland Beveren. Een randje buiten spel. Wordt niet gevlagd. Dat betekent dat we door mogen voetballen. Hoge voorzet. En die wordt ingekopt. Nee, op de lat en op het dak. En achter de goal. Maar wel een corner. 42 minuten gespeeld. En het blijft 0-0. Maar we hebben al zoveel kansen gezien. Wordt het dan nu? Nee. Bal wordt al weggeslaan door de keeper. Balbezit blijft wel voor Waasland Beveren. Die hier weer een actie probeert voor te zetten. Blijft een balbezit, speelt de bal in het rond, komt daar in die gevaarlijke zone. Moet dan weer uitwijken, want er zijn zoveel verdedigers van Standaard die daar voor het doel staan. En er is gewoon geen ruimte om er een bal langs door te krijgen. Dus dan wordt het eventjes afwachten, dan wordt het eventjes terugspelen. Doet de Matsumoto zo zeer goed. Blijft die man zoeken. En ondertussen is de 45 minuten aangetikt en krijgt hij hier een heel mooie kans. Maar dat schot gaat nergens heen. Dat schot gaat ver langs. Zo. Dat was misschien wel de laatste actie, want we kregen 2 minuten blessuretijd, maar die bal wordt nu ver weggeschot. En als het goed zou zijn, dan wordt het afgefloten. Maar nee, dit wordt een heel mooie voorzet van Aurelinho. Maar helaas weggekopt door de verdediging van Waasland Beveren. Zou heel mooi geweest zijn als daaruit uit zou komen. Maar we gaan in de tweede helft in. We gaan eventjes kijken naar hoe het zit. Qua balbezit 61% heb ik gezien voor Waasland Beveren. Dat is wel overduidelijk. En de schot heb ik net geen ogenblik op kunnen richten. Dus ik zou niet weten hoe het precies daar staat, maar het is in ieder geval 0-0 op het scorebord. En ik ben benieuwd of er goal gaan vallen in de tweede helft. Ja, zeker. Dat verbaast me wel dat vele balbezit voor Waasland Beveren. Maar dat moet dan haast voor het grootste deel op hun eigen helft hebben plaatsgevonden. Want ik heb het gevoel dat Standaard Luik een overwicht heeft op de wedstrijd. Die in ieder geval de meeste kans heeft gecreëerd voor de goal. Dus dat gaan we straks zien aan het eind van de match. Wie de meeste kans heeft gecreëerd. Nou, hier gaat er eentje komen voor Waasland Beveren. Hij draait er heel goed weg tussen twee verdedigers. Speelt in, schiet, maar hoog over. Het is volgens nog aan beide kanten het vizier niet op scherp. Wat zat er in het ontbijt van de aanvallers van morgen? Het lijkt niets goeds. Alhoewel hier, ja, daar is de goal Waasland Beveren na een foutje van Aurelinho. En ook deze wordt weer afgestraft. En ook hier zien we weer de karakteristieken. Ja, stress uit het lichaam van Aurelio Stromen. Die echt de ene opdater naar de ander te verwerken krijgt. En hij lijkt er geen zin meer in te hebben. Hij schuift elke keer maar wel weer achter de controle. Maar hij kan het niet geloven hoe ongelooflijk moeilijk zijn seizoen verloopt. Baribanga op het scorebord. Ja, ik snap hem ook wel. Ik bedoel, je maakt zoveel kansen. Elke keer word je bestraft doordat je tegen de paal, erlangs, tegen de deklat. Of helemaal ver weg van het doelshot, maakt niet uit. Af en toe kan dat gebeuren, maar je maakt zoveel goede kansen en wordt zo weinig beloond met doelpunten.
En ook in deze wedstrijd weer zoveel mooie kansen gecreëerd. En doet dan zo'n domme fout door die bal gewoon recht in de voeten van de aanvaller te spelen met zijn doelman. Ja. En dan krijg je zo'n goal tegen. Kijk, als ik zo'n goal tegen krijg in FIFA, dan word ik echt kwaad. Dan vind ik het absoluut niet. Dan, als ik tegen een kameraad bijvoorbeeld speel, dan vind ik dat je zo'n doelpunt niet mag maken. En als je dan een doelpunt tegen krijgt in een competitie zoals dit, zoals de Proximus Pro League, ja, dan zou ik helemaal wild worden als dit mij zou overkomen. Dus ik snap Aurelinho zijn frustratie helemaal. Als ik hem was, ik zou gewoon de controle tegen de grond hebben aangesmeten. Ja, ah ja, zijn frustratie moet toch vooral op zichzelf gericht zijn. Want ja, hij maakt zelf die fout met de doelman. Het is slordig. Maar ja, de aanvaller was er als de kippen bij om af te straffen. Binnen het uur toch 1-0 voor Waasland Beveren. Tegen het standaardluik hier in hun eigen stadion Schlesien. En ja, sinds de promotie in 1921 nooit gedegradeerd uit de eerste klasse. Hier een aardig schot voor langs, maar weer net niet op scherp het vizier. Ja, nog nooit uit de eerste klasse verdwenen sinds 1921. 10 keer landskampioen al. Laatste keer in 2009 voor de tweede op een volgende rij. Dus wat dat betreft zit er druk op bij standaardluik. Dit is buitenspel, maar er wordt niet voor gefloten, want Waasland Beveren krijgt de bal. En Matthias van der Winkel gaat bouwen aan zijn eigen aanval hier op Schlesien. En die wordt afgebroken. Inderdaad. Gelukkig heb ik net gezien dat Aurelinho ondanks alle misters, ondanks alle frustraties, er wel om kan lachen. En alsnog met een magere 15e positie de competitie misschien wel met een verlies gaat afsluiten. Maar het belangrijkste is, hij kan er een glimlach aan overhouden. En dat is ook het belangrijkste. Maar vergeet niet, meedoen! Hier weer een schot en kijk, het glimlachje weer. Ik bedoel, het is frustratie, maar het is ook gewoon... Hij lacht met zijn eigen, dat is het belangrijkste. Maar wat ik dus wil zeggen, winnen is belangrijk, maar meedoen is belangrijker. Zo hebben we dat allemaal geleerd en zo denken ook alle spelers in deze Proximus E-Pro League ook. Dus dat is het belangrijkste. En ben je nu benieuwd hoeveel schoten op doel bijvoorbeeld Aurelinho al heeft gehad? Ondanks al zijn doelpunt en hier komt al zijn doelpunt. Ja, dit is terecht hoor, dit is een terechte gelijkmaker. 1-1 verdiend. Ik ben blij voor Aurelinho, want dit doelpunt zat er wel aan te komen. Maar ben je dus benieuwd hoeveel doelpunten iedere speler heeft gemaakt? Ben je benieuwd naar andere statistieken of weetjes van de speler? Dan kan je altijd surfen naar www.proximus-esport.be. Daar vind je alles wat je nodig zou hebben over deze prachtige competitie. Absoluut, ja. En een prachtige wedstrijd ook vandaag, waar Aurelio eindelijk terugkomt. Terugkeert in de wedstrijd. Eindelijk gaat er iets goed voor hem in de aanval. Ja, het creëren gaat altijd wel goed. Maar het afronden niet. En dat lukt eindelijk wel. 1 goal gemaakt. Heeft er nog eentje te gaan, wil hij Matthias van der Winkel uit deze wedstrijd spelen. Op zijn minst eentje. Baribanga en nu Cancela ertegen. Maar ik wilde zeggen, Anderlecht heeft vandaag zijn wedstrijd verloren. Dus wat dat betreft geen kans meer voor standaardluik om op de laatste plaats te belanden. Maar toch zou het wel even lekker zijn om aansluiting te vinden. Bij plaats 14 net erachter te zitten en maar een paar puntjes achter de middenmotors. Die zitten allemaal op 17, 18. Weet je dat aantal punten? Hij zou op 12 punten komen als hij vandaag wint. En hij zou een enorm gat slaan naar Anderlecht. Dat ziet er dan toch ineens een heel stuk beter uit op de ranglijst. Met name als je die double digit haalt. Als je in ieder geval maar een gelijkspel haalt, dan kom je op 10 punten. Dan heb je 2 cijfertjes daar in plaats van 1. Dat geeft toch een heel ander beeld, volgens mij. Ja, inderdaad. Het is maar gevoel. Ja, als je zo bekijkt naar het klassement, je ziet daar standaard Anderlecht op de laatste posities met 9 en 8 punten. Ja. Dan denk je van, nou, die hebben toch wel... Kijk eens. Oh, wat ijskoud. Prachtig hoor, prachtig hoor. 2-1. En hij is blij. Hij is blij en ik ben ook blij voor hem, want dit is wel verdiend. Dit is mooi afgemaakt. Ja. Ik zeg het, prachtige speler, maakt heel goede acties, heeft een heel goede tactiek, snapt het spel. Ja. Alleen maakt hij zijn kansen niet af, want deze keer doet hij het wel. Terecht, 2-1 op voorsprong. Ja. Echt prachtig. Ja, met Gineppo, ijskoud de keeper omspeelt. Ieder ander zou daar waarschijnlijk schieten, maar behoudt de koelte, behoudt het overzicht. Doet nog even een sidestep en poeiert hem er keihard in. Kansloos voor Van der Winkel om daar iets aan te proberen te doen met zijn leeuwen. Hij gaat wel iets aan die achterstand proberen te doen. De leeuwen gaan zich op hun prooi storten in de laatste 15 minuten. Zal het veel meer zijn? Ik denk het niet. 72e minuut zie ik inderdaad staan. 73, de goal. En dan ben ik heel benieuwd hoe dit laatste kwartier zich gaat ontrafelen in deze wedstrijd. Standaard Luik eindelijk terug op voorsprong. En in theorie gaan ze de dubbele punten halen vandaag. Ja, inderdaad, want daar waren we dus over aan het praten voor dit mooie doelpunt werd gemaakt. Als je naar deze wedstrijd niet bekijkt, dan zie je daar standaard met 9 punten. Anderlecht 8 punten en dan denk je van ja, dit...
Ze hebben echt niet goed gespeeld, ook al hebben ze wel goed gespeeld. En als ze dan, daar... Kijk, ik word weer bijna in dezelfde zin afgebroken, want Standaard gaat er gewoon tegenaan. Ik denk dan, ze hebben niet zo heel goed gespeeld, maar dan win je een wedstrijd, krijg je die 3 punten extra, kom je dan op 12 punten en dan ziet er inderdaad een stuk beter uit. Dan denk je van, het is nek aan nek met... Met Kas Eupen. Ja, met Eupen sta je dan gelijk. En dan heb je niet veel minder punten dan bijvoorbeeld Loker op de 13e plaats. Ja. Dan zelfs Waasland-Bever op de 12e plaats, die dan toch 17 punten hebben. En dan ziet het er inderdaad een pak beter uit. Maar kijk eens aan, Oraline is wakker. Ik bedoel, die 2 doelpunten hebben hem goed gemaakt. Hij komt veel vaker aan doel, nu nog vaker beter gezegd. En hier, kijk achter eventjes een schotje te lanceren. En hier denkt hij van een Ronaldinho move uit te halen. Kijk eens even, joh. Oh, wat een hoogstandje. Zit de lat in de rebound, zit erin. 3-1. Eindelijk begint het te lopen van Aurelio. Het is een aantal matchdagen te laat, want als hij deze vorm zou kunnen doortrekken naar de komende weken, hoe fijn zou dat zijn voor hem? Het is Lescen die ze begint te helpen op het scorebord. Het is Royal Standard Club de Liège, oftewel Standard Luik, Le Rouge, die het vandaag eindelijk laten zien in een mooie rode shirt. Eindelijk Aurelio met een stralende glimlach van oor tot oor gezien. Dat hebben we nog niet vaak gezien, zelfs niet in de eerdere overwinningen. Maar nu ineens lijkt het te gaan lopen. En er zit er misschien zelfs meer in voor Aurelio. Kijk, hij is er nog helemaal niet klaar mee. Hij zet alles op alles om nog een prachtige wedstrijd voor te schotelen aan zijn thuispubliek. En dan moet je oppassen dat je aan de andere kant natuurlijk niet in de mes loopt. Want Matthias van der Winkel is iemand die daar wel raad mee weet. Kijk eens even, doet het goed. Zoekt ruimte voor het schot. Dat komt er niet. Aurelio zit er tussen, maar vliegt de bal snel. Staat nu een beetje onder druk. Waasland-Beveren met buiten de 16 van Standard Luik. Op weg hier naar de aansluitingstreffer misschien? Nee, dat niet. Het gaat niet meer spannend worden in deze wedstrijd. Alleen nog spannend om te zien of er nog een doelpje gaat vallen. En zo ja, aan welke kant? 89e minuut is bijna voorbij. Breed leggen, doorspelen. Fantastisch! Ja, oh, wat doet hij dit goed. Subliem van Aurelio Coster. 4-1. Eindelijk een hele grote uitslag voor hem in zijn voordeel. Matsumatsu wordt aan de zegenkar gebonden en weggestuurd naar Trinidad en Tobago. Tot nooit meer ziens, zegt hij. En eindelijk opluchting op het gezicht van Aurelio. Ja, terecht ook. 4-1 op het scorebord. Het is mooi om te zien, want we hebben hem zo vaak, ik heb het al zo vaak gezegd, maar ja. Inderdaad, het is ook gewoon werkelijk zo. We hebben hem zo vaak zien missen en dan eindelijk zo'n goede wedstrijd zien spelen. Eindelijk te zien hoe al zijn mooie acties ook mooi worden afgemaakt. Dat is gewoon heel fijn om te zien. Ja, doet me deugd. En zo ja, krijgt ze daar de 3 punten te pakken en komen ze op 12 punten. En laten ze Anderlecht enkel met de enigste ploeg die onder de 10 punten eindigt. En ik denk dat hem zeer veel deugd doet. Ja, absoluut. Hij gaat het nog een keer proberen. Eigenlijk is de blessuretijd al voorbij. Maar zolang de bal in deze gevaarlijke positie is, in Ander of Standard voeten. Nee, het hoeft niet meer. En het is mooi geweest. Dit seizoen heeft voor Standard Luik eigenlijk iets te lang geduurd, zou je denken. Maar als je dan ziet dat ze vandaag toch... Kijk eens even naar de kansen trouwens. 15 schoten, waarvan 8 binnen de palen. Ja, ik had al zo'n vermoeden. Ja, als je dan ziet dat ze het zo omkeren vandaag en toch tegen Van der Winkel een overtuigende overwinning pakt, denk ik dat hij blij is dat hij dit potje nog gespeeld heeft. Laten we even luisteren wat ze er zelf van denken. Ik wist ook dat de top 6 niet meer haalbaar was. En ik wou me wel nog amuseren de laatste wedstrijd. Liefst met een overwinning natuurlijk, maar dat was jammer genoeg niet het geval. Ja, heb je dan gewoon voor de sport eens iets anders uitgeprobeerd qua tactiek? Ik ben iets rapper overgeschakeld naar een aanvallende tactiek. Hij speelt ook in een 4-3-3, waar dat eigenlijk bijna niemand anders speelt. Dat is heel aanvallend en hij creëert ook heel veel kansen. Hij heeft ook 4 keer gescoord, had er gerust nog meer kunnen zijn. Maar ik weet dat hij ook wel veel openingen achterin laat, alleen heb ik ze niet kunnen benutten. Pourquoi tu n'as pas joué comme ça depuis le début du tournoi? Je sais que je te l'ai déjà demandé, mais après ce match, on peut que s'interroger. Ouais, même moi je m'interroge sur moi-même. Je savais que j'avais plus rien à perdre, que je devais essayer. Malheureusement, j'ai compris qu'après que 15 matchs, donc que 15 journées, que je pouvais jouer comme ça. Donc c'est malheureux, mais c'est voilà. Bah, on reviendra plus fort l'année prochaine. Hein. Dames en heren, Proximus E-Pro League, matchday 15.
15, de laatste speeldag. René Treur en Kasper Pszczewielski reporting for duty. Wij reizen af vandaag naar Staaien, de thuisbasis van de Canaries, oftewel Sint-Truiden. En daarvoor speelt natuurlijk Raphaël Haquin zijn wedstrijden. 24-jarige inwoner van Blagny-Liège. En dan daartegenover zien we Robin Sleewagen van AA Gent. Ze zijn al bezig met hun opstelling. Robin Sleewagen, aka Mr. Robs, was de meest scorende speler tot deze speeldag. Hij stond al die tijd bovenaan, dankzij zijn vele doelpuntrijke wedstrijden. Vandaag is hij ingehaald door Charleroi, door Benjamin Biernaert. Met één doelpunt verschil staat hij nu op 44 goals. En ja, de rekenmeesters weten dan dat Gent op 43 goals staat. En ja, hij kan nog de topscorers trofee pakken door twee keer te scoren tegen Raphaël Haquin. En ja, hij staat natuurlijk al in die top 6, daar is hij zeker. Van. Hij zou nog kunnen verplaatsen naar de zesde positie in plaats van de vijfde positie door hier te verliezen vandaag. Dan gaat Charleroi hem voorbij. Hij kan ook winnen en dan kan hij misschien nog Zulte Waregem van Nicolas Persoons inhalen. Dus hij kan van alles. Er hoeft niets, want hij is top 6. Hij gaat terugkomen in de playoffs. Daar gaat u hem zien strijden tegen professioneel e-sporters. En het wordt een spectaculair aantal wedstrijden daar, maar hopelijk ook vandaag. En Sint-Truiden, ja, die staan net buiten die top 6. In theorie viel er nog iets te behalen, maar dan waren ze afhankelijk van Charleroi. En die hebben een wedstrijd vandaag gewonnen met 6-2. Dus Benjamin Biernaert nam het heft in eigen hand. Hij is zeker van top 6. Sint-Truiden speelt voor een mooie positie net buiten de top 6. Wat ook een geslaagd seizoen zou zijn voor hem. En de eerste goal is gevallen. Na de derde minuut, STVV. Ik wou nog zeggen, als jij je lange praat had uitgedaan. Ik wou nog zeggen, Gent heeft een zeer sterke speler. Mr. Robs, absoluut dominant met heel veel doelpunten. Maar STVV die kan af en toe voor een verrassing zorgen. En dat doen ze ook hier. Na drie minuten in deze wedstrijd komen ze op voorsprong. Raphaël Haquin, prachtige manier om deze wedstrijd te beginnen. Hij heeft niks te verliezen. Hij kan zich niet kwalificeren, maar kijk. Het is de laatste wedstrijd, hij moet er nog van genieten. Hij gaat nog laten zien wat hij allemaal kan. En dat doet hij weliswaar na enkele seconden na de aftrap. Wow. Dus het is de vraag, kan Mr. Robs het recht trekken? En maar liefst zo snel mogelijk, want hij moet natuurlijk zijn positie als topscorer terugverdienen in de Proximus E-Pro League. En gaat hij dat doen of niet? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Ja, heel erg grote vraagtekens nu ik zie dat er een 1-0 verschijnt na 4 minuutjes. Ik denk ik kan even rustig het achtergrondverhaaltje afsteken over het seizoen van beide spelers. Over hun stand op de ranglijst met name. Maar Mr. Robs die krijgt een tegentreffer binnen 5 minuten. Sterker nog, hij gaat misschien een tweede krijgen. Randje bij het spel. Voorlangs gepegeld. Gaan we een doeltrap zien. Ja, Robs was aardig in vorm. Won gewoon op van Oostende met 2-1 op de laatste speeldag. Daarvoor verloren van Zulte Waregem, maar daarvoor overwinningen. 3 op rij maar liefst van Club Mirankolo. Oh sorry, die ging verloren. Moeskroen, Waasland. Ik ga eventjes weer onderbreken, want hier komt weer SCW met een doelpunt. Maar het wordt afgeblokt door de verdediger van Gent. Dus ga maar verder met je statistieken hoor. Wauw, nou het is een hectische openingsfase, dus misschien moet ik die statistieken even links laten liggen. Sint-Truiden ook degelijk in vorm. Een 3-3 tegen Moeskroen op de laatste speeldag. Na 3-1 achter. Daar wil ik het even bij laten. Want het is echt veel vuriger openingsfase dan ik verwacht had. Van een pot waarbij beide spelers al zeker zijn van een resultaat. Ja, wel of niet. Oh, stublieft Sint-Truiden. Wil nog even laten zien wat ze kunnen. Ook al is top 6 niet meer haalbaar. Op de laatste speeldag gaat hij nog even laten zien dat hij er dicht tegenaan zit hoor. Tegen die top 6 aanschuurt. En met name qua puntenaantal ook net erachter schuift op de ranglijst als hij wint hier vandaag. STVV op de 10e positie op de ranglijst aan het begin van de speeldag 15. Ik denk dat hij net rond de 8e zal uitkomen of rond de 7e als het zo doorgaat. Ja, inderdaad, hiervoor speelde Charleroi tegen Eupen met een doelpuntenfestijn van 6-2. Charleroi had dus een ruime voorsprong qua doelpuntensaldo gekregen. En het ziet er naar uit dat Gent aan het verspelen is. En als het zo doorgaat, dan komt Charleroi dan op die vijfde plek. En dan moet Mr. Rob die vijfde plek afstaan. En dan komt hij op de zesde plaats. Nu goed, hij blijft gekwalificeerd, maar het moet pijn doen met die slotfase. En je plaats als topscorer te verliezen. En dan die mooie vijfde plek af te staan met Charleroi. Ja, absoluut. Raphaël Haquin laat er hier geen twijfel over bestaan. Dat hij een absolute klasse FIFA-speler is. Zijn seizoen kan nog mooier worden dan het al is. Hij staat in de middenmoot. Hij kan in de subtop eindigen. Bijna de derde goal. Wat is hij hier aan doen met Mr. Robs? Hij is hier aan doen wat Mr. Robs zo vaak heeft gedaan met andere tegenstanders.
Maar ja, de 25-jarige man uit Erpen, Oost-Vlaanderen, die komt er vandaag niet aan te pas. En dat is duidelijk. Hij gaat ook al meteen zijn opstelling niet wat aanpassen. Inderdaad. Maar wat een manier voor Rafael Heikkinen en SCBV om aan deze wedstrijd te beginnen. 2 doelpunten, nog maar 20 minuten gespeeld. En dat is belangrijk niet gedaan. We hebben nog een hele wedstrijd voor de boeg en ik ben benieuwd hoeveel doelpunten er gaan vallen. Ja. Maar ik ben ook benieuwd dus of Gent zijn positie als topscorer kan veroveren. Want ik sta er eigenlijk een beetje op te wachten. We zien hem vaak scoren, we zien hem vaak heel goed spelen. Maar in deze wedstrijd is SCBV die helemaal dominant is. Maar dan nog een kans voor Gent. Oef. Een goede steekpaas gegeven, maar dan schot. Ja, dat schot gaat gewoon recht in de handen van de keeper. Geen enkel probleem, het was niet eens gevaarlijk. Spijtig. De bal gaat voor SCBV. Spelen in het rond. Het tempo blijft snel. Zoek de man daar. Gaat het langs buiten zijn? Gaat het langs binnen zijn? Wie weet, het is langs buiten. Gaat er dan een steekpas komen langs buiten? Nee. Hij blijft gewoon rustig spelen. Rustig de bal in het rond passen tot er meer volk naar voren komt. En dat er meer ruimte gecreëerd wordt. Maar ondertussen staan alle verdedigers van Gent ook op positie. En wordt het heel lastig om voorbij de muur te komen. En zo verspeelt SCV de bal. En hier is Gent op zoek naar een mooie kans. Vindt daar de man langs buiten. Komt hier nu een voorzet. Komt er zee. Een geplaatst schot kwam daar. Van heel ver, heel optimistisch gezien. Het zou prachtig zijn als hij erin ging. Ja. Maar ja, dat was gewoon een beetje te veel van het goede. Ja, absoluut. Sleewagen heeft nog geen wedstrijd afgesloten met 0 doelpunten in de Proximus E-Pro League. Wat dat betreft zou het uniek zijn als iemand hem toch de 0 houdt. En sterker nog, hij heeft al 1 keer 6 goals gemaakt, al 2 keer 5 goals en al 3 keer 4 goals. Bijzonder knappe statistieken. Ook een aantal keer 3 en 2 goals natuurlijk. Ook een aantal keer maar eentje gescoord. Maar dat is wel het absolute minimum. Tot nu toe nog met een half uur gespeeld op 0 goals. En sterker nog al 2 om de oren gehad van Rafael Heikkinen met zijn Canaries. Met zijn Sint-Truiden die hier in het eigen stadion spelen. Staaien, oftewel Staden, de oude wijk in de stad. Kijk eens even, hij heeft het balbezit alweer heroverd. Voordeel, ondanks de overtreding van Gent. En hij mag bouwen aan een hernieuwde aanval. Nog 10 minuutjes te gaan in de eerste helft. En Truiden wil erop en erover. Wil alle twijfel wegnemen over wie hier met de overwinning gaat strijken. Maar Gent, dan in de tegenstoot. Kreeg hij de bal bezit in het strafgebied van STVV. Gaan ze het ook om kunnen zetten in het doelpunt? Vooralsnog niet. Maar hier de afvallende bal nog wel voor hen. De blauwe hemden. Allemaal op de helft van de tegenstander inmiddels. De bal wordt geduldig rondgespeeld. Laat hem niet schieten, want dat kan hij zo goed. Eens even kijken of hij de ruimte krijgt voor het schot. Krijgt hij zeker, maar niet een timed shot. Dus die vliegt over. Ja, spijtig. En zo blijft Gent dus met 0 doelpunten in deze wedstrijd. En we blijven gewoon een heel sterk SCBV zien. Ik bedoel, ze staan 10e. Dat is zeker geen slechte positie. Kan natuurlijk beter. Niet gekwalificeerd voor de play-offs, maar ook in de vorige wedstrijd zagen we ook een zeer sterke SCBV. Ze speelden 3-3 gelijk. Tegen, als ik mij niet vergis, Waasland Beveren, zo uit het hoofd. Nee, sorry, het is Moes Kroen. Ze stonden achter met 3-1. En alsnog kan Rafael Heikkinen in de laatste 5 minuten, en dan heb ik het over FIFA-minuten, dus werkelijk waar in de laatste seconde maakt hij zomaar 2 doelpunten om uiteindelijk met 3-3 terecht te komen. Dat betekent dus dat hij in deze slotfase van de Proximus E-Pro League in absolute topvorm verkeert. En het is spijtig om te zien dat dat zo laat in de competitie gebeurt. Moest het veel vroeger gebeuren, dan zou hij veel hoger in de rangschikking staan. Maar alsnog, prachtig om te zien hoe hij speelt en kan hier een kans uitkomen. Nee, hij komt niet tot schieten, waardoor het balbezit terug overgaat naar Gent. Die zo snel mogelijk probeert te rennen naar de andere kant van het veld. Dat gebeurt ook, maar er zijn ook heel veel verdedigers van SCBV die er als een muur voor Gent staan. Waardoor het heel moeilijk wordt om te schieten. Ja, maar krijgt toch een schot. En het is een doelpunt. 2-1 staat het ondertussen. Wat dat betekent dat er 44 keer gescoord is door onze held Mr. Robs. Hij staat dus nu precies gelijk met Chalewa. Gescoord en tegen. Gescoord en tegen nog wel. Ja. Inderdaad, 44 doelpunten gescoord en 34 tegen gekregen. Ja, dat is prachtig om te zien. De vraag is nu echt, wie trekt er aan het langste eind? En dan heb ik het niet over deze wedstrijd met SCVV en Gent. Alhoewel dat ook natuurlijk zeer interessant is om te weten. Maar de vraag is, wie trekt er aan het langste eind qua doelpunten? Salto is niet zo belangrijk, aangezien Brugge ervoor staat. Maar wie gaat uiteindelijk met de meeste doelpunten naar huis
in deze Proximus Pro League. Ja, kijk, als je benieuwd bent naar al deze... als kerst op de taart met de vijfde plaats. Want ja, als het op verlies blijft staan voor Gent, dan gaat Charleroi even kijken op gelijk aantal punten beëindigen. Allebei op 24 punten. En dan zou Charleroi in principe naar de, ja, een plaatsje hoger verschuiven. Inderdaad, ondertussen gaan we naar de tweede helft toe en we waren zo net al die statistieken aan het aflezen en denken zoiets van, kijk, ik ben ook benieuwd naar al die statistieken. Ik ben benieuwd wat de achtergrond is van de spelers of ik ben benieuwd hoeveel doelpunten mijn favoriete ploeg heeft gemaakt. Wel, kijk dan op www.proximus-esport.be, daar vind je alles, maar dan ook alles over deze prachtige competitie. Maar we gaan dus nu verder naar deze wedstrijd kijken. 2-1 voor SCVV. Gent die in een achterstand staat, maar voorlopig dus samen met Charleroi de topscorer is van deze competitie. En de vraag is, gaat hij er nog eentje maken? Dat zou genoeg zijn om hem tot topscorer te kronen. Hij heeft nog een hele tweede helft te gaan, dus er is nog heel veel kans. Ja, absoluut. Focus lijkt even iets minder bij Rafael Hakim, want net was het lopende man op rechts waar heel veel ruimte lag. Had hij de steekpaas gegeven, dan was het kassa. Maar hij ging voor de paas naar links, de moeilijke paas waar een verdediger in de weg stond. Dus wat dat betreft wat slordigheidjes in het spel, inmiddels in het tactische spel van beide ploegen overigens. Ja, focus ook moeilijk vast te houden op zo'n lange speeldag. Die was goed getuind zo leek het. Het groene balkje of cirkeltje om de cursor, maar toch trof hij geen doel. Bal voorlangs, omdat het natuurlijk ook lastig was met de rug half naar de goal uit de draai ineens. Zo'n afstand, dat gaat niet altijd goed. En dan zien we Sint-Truiden toch weer in balbezit op de helft van de tegenstander. 55ste minuut, 2-1 de voorsprong. En Sint-Truiden gaat op zoek naar meer, doet dat heel goed. Ja, ja zeker. Binnenkant palen erin. Het leek nog even bijna mis te gaan. Maar wat een ijskoude koelbloedigheid. Wat houdt hij het overzicht goed. Hij wacht. Hij wacht bijna te lang, zou je haast denken. Maar de keeper rent zover naar de korthoek dat het prima gaat. En daar net binnen de paal in de lange hoek. Robin Sleewagen, die kijkt wanhopig toe. En zijn gezicht staat op onweer. Hij is hier echt niet blij mee. Nee, inderdaad, hij is niet blij, maar ik denk dat hij ook gewoon er rustig bij zit. Hij weet van, ik sta toch in die top 6. Iemand kan mij dat nog afpakken. Dus hij blijft gewoon rustig. En ik was de laatste tijd, de laatste minuten, zoveel aan het zeveren over al die doelpunten van Gent. Maar ik was eventjes vergeten wat een prachtige wedstrijd SCV aan het spelen is. Ook in het begin van deze wedstrijd zo snel op voorsprong gekomen. Ook die 2-0. En dan hier nu de 3-1. Ja, SCVV is gewoon helemaal terug. Misschien kan misschien nog een 4-1 komen, maar dat schot gaat net niet tussen de benen van de keeper. Komt er tussen de benen, maar gaat als een pingpongballetje heen en weer tussen de benen twee keer. Ja. En blijft daar ook, gaat niet over de lijn. Beter. En zo blijft het 3-1 met nog zo'n klein half uurtje te spelen. Ziet het er naar uit dat SCVV wel op voorsprong gaat blijven. Maar er kan natuurlijk iets veranderen. Als Gent hier een heel mooi schot kan lanceren, gaat het gebeuren. Is in de 16, krijgt een schot, wordt afgeblokt. Tweede schot wordt ook afgeblokt. En dan is het gevaar weg. SCVV heeft uitstekend uitverdedigd. En zo krijgen zij nu de kans om te lopen naar het doel. Om te lopen voor dat vierde doelpunt in deze wedstrijd. Wie weet gaat het ervan komen. Mooi paasje naar een medespeler. Maar wordt dan weggespeeld door de verdediging van Gent. En is het de beurt aan Robin om er iets van te maken. Ja, dat was een heel gevaarlijk moment. En dat treft geen doel. Dat betekent dat de Canaries zo langzamerhand hun overwinningsmelodie mogen beginnen te fluiten. Alhoewel nog bijna 25 minuten te spelen. Reguliere speeltijd. En Gent in gevaarlijke positie in balbezit. We weten dat Sleewagen heel veel kan. We weten dat hij altijd veel goals scoort. 1 doelpunt maken. Dat is pas 3 keer eerder voorgekomen in 14 matchdays. Wat is de kans dat dat vandaag weer gaat gebeuren? We hebben hem veel vaker meerdere goals zien scoren. Op zijn minst 2, maar vaak ook nog meer dan dat. Maar ja, Sint-Truiden is wel echt heel goed vandaag. Net wat je zegt, Rafael Hakim legt een prachtige pot voetbal op de mat. Waar we met volle teugen van kunnen genieten. Hier dan iets te opportunistisch. Vierde verdediger de bal kwijt en Agent in de tegenstoot. Maar ook zij zijn al wat slordiger geworden. En we kijken even naar de possession. Dat is 2% het voordeel van Sint-Truiden. Als de keeper zich hier op de bal werpt voor Agent. Inderdaad, 73 minuten hebben we ondertussen gespeeld. Een klinke, of een dik kwartiertje beter gezegd te gaan. Gent aan de bal langs de flanken, mooi open ruimte. Komt hij tot een voorzet of gaat hij die rustig uitspelen naar het midden toe? Jawel, dat gebeurt naar het midden toe. Maar de bal komt niet in de voeten van de medespeler met een blauw hesje. Maar gaat bij, in de voeten van de gele Canaries. En zo komt STBV weer een balbezit op zoek. Naar weer een doelpunt, naar weer een kans. Gaat hij die vinden? Nee, er wordt weer uitverdedigd. Kijk, kans na kans zien we hier verschijnen. Maar ook de verdediging staat op zijn plaats. Ze laten er geen gras over groeien. Ze laten geen steken vallen. Ze laten geen
gaten in de verdediging. Alles staat muurvast langs beide kanten. En het wordt moeilijk dan om in deze slotfase te scoren. Want kijk, dit doelpunt of dit schot gaat ook weer recht in de handen van de keeper. Dus als er een kans komt, is er niet genoeg tijd om de bal goed te plaatsen. En we hebben nog maar 10 minuten te gaan. Komt hier nog een doelpunt of niet? Ik ben benieuwd. Als Gent hier nog één keer kan scoren, dan zijn ze officieel de topscorer van de competitie. Of is beter gezegd, Robin de topscorer van de competitie. Voorlopig staat hij gelijk met de 44 doelpunten van Charleroi. En iets meer tegen, hè? Eén goaltje meer tegen gehad. Dus wat dat betreft zou dan die trofee waarschijnlijk naar Charleroi gaan. Maar het is nog niet gedaan. Zoals hij zegt, de 82e minuut. Ja, Sleewagen die hier. Aardig schot van de STVV. Het was goed getimed. Ik wilde zeggen, Robin Sleewagen, die toch veel van positie is gewisseld. Van formatie, sorry, is gewisseld. Ja, ook van positie in dit seizoen. Dus wat dat betreft moet hij misschien wat meer vasthouden aan wat goed werkte voor hem. Die 4-2-3-1, daaronder speelde hij zijn beste wedstrijden. Daar scoorde hij de meeste goals. Laatste drie wedstrijden teruggestapt naar 4-1-2-1-2. Omdat hij 2-4 verloor tegen Zulte Waregem. En dat werkte tegen Oostende, 2-1 gewonnen. Maar vandaag lijkt het weer niet uit de verf te komen. Dus ik zou hem willen adviseren, ja, kies toch één strijdplan en hou eraan vast. Ook al zit het een keer tegen, dat kan gebeuren. Je kan niet altijd alles winnen. Maar blijf geloven in je eigen spelopvatting. Maar ik weet niet of hij de wedstrijden terugkijkt. Of hij tijd heeft om alles terug te checken op Twitch of Proximus TV natuurlijk. Bedankt dat jullie kijken. Laat je vooral horen op de social media. En gaan we hier nog genieten van een mooie eindfase. Sint-Truiden probeert nog een goaltje te prikken. Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar A-Agent gaat deze match niet meer winnen. Gaan misschien wel nog de aansluitingstreffer produceren. En de score een draaglijke aanzien geven. Sterker nog, A-Agent hier hard op weg naar de goal. Nee, hard voorlangs. Dat was zelfs zo hard voorlangs dat hij niet uitgaat. Dat A-Agent nog een herkansing krijgt. Ja, daar komt hij. Bijna. Over. Bijna, het is gedaan. Dat betekent dus dat de prijs voor topscorer eigenlijk naar Charleroi gaat. Evenveel doelpunten, maar minder doelpunten te gekregen. En je ziet die ontgoocheling bij Robin. Hij weet van, kijk, ik heb hier iets heel moois laten liggen. Hij is gekwalificeerd. Uitstekend seizoen achter de rug. Ook voor SCV, ook voor Rafael Hakim. Maar hij laat een mooie kans liggen. Hij laat een mooie prijs achter in deze laatste wedstrijd van het seizoen. Ja, absoluut. De ontgoocheling duidelijk zichtbaar op zijn gezicht. Na om de kers op de taart te zetten van zijn fantastische seizoen. Want dat was het toch. Kijk eens even, wel genoeg schoten, maar niet genoeg tussen het kader en niet genoeg balbezit om het Sint-Truiden echt lastig te maken. Ik denk dat het een terechte overwinning was voor Rafael Hakim, die opstoomt in de middenmoot richting de subtop en die net buiten de top 6 zal belanden naar mijn berekening. We hebben nog een paar matches te gaan vandaag, zoals Lokeren en Zulte Genk, die ook in die middenmoot bivakeren. Dus hij is ook afhankelijk van resultaten van onder andere Wesley Campana. Zeg eens, hoe blik je terug op het seizoen? Tevreden, maar ook een beetje ontgoocheld in mezelf toch wel. Over bepaalde wedstrijden waarin dat ik toch wel een overwinning die ik had moeten binnenhalen echt gewoon uit handen geef. Of de kansen niet afmaken die ik normaal wel zou afmaken. Daar kijk ik toch mijn enige ontgoocheling op terug. Het is aan mij om gewoon nu verder te werken en echt te trainen en te blijven trainen. En hopelijk komt dat tegen de play-offs goed. Ja, je bent streng voor jezelf. Je maakt het meeste doelpunten van iedereen. Je kwalificeert je. En toch nog, toch nog kritisch. Ja, toch. Ja, juist daarom. Hè, omdat ik weet, ik maak de goals makkelijk, maar ik slik er ook veel. Dat is het grootste probleem, denk ik. Langs de andere kant ben ik ook wel tevreden. Ik ben echt nooit echt... mijn grote cijfers verloren. Dat is ook wel iets waar ik tevreden over mag zijn. Maar kritisch zijn voor jezelf is altijd goed, vind ik. Het kan altijd beter. Au final, je finis KO poids du top 6. C'est dommage de ne pas l'y avoir accroché, mais je suis quand même satisfait de mon tournoi. Tu réalises un bon tournoi. Qu'est-ce qui t'a manqué pour justement accéder à ce top 6? Peut-être un peu d'expérience dans les dernières minutes où j'ai pris quelques goals. C'est des points importants qui m'auraient fait du bien maintenant, mais voilà. J'apprendrai par la suite. Est-ce qu'on peut justement compter sur toi pour la suite? Est-ce qu'on te reverra dans cette Pro League un jour peut-être? J'espère, c'est mon objectif en tout cas. Dames en heren, Proximus E-Pro League, matchday 15. En we reizen af naar Oost-Vlaanderen of het land van Waas.
waar Jonas de Buizer zijn thuiswedstrijden speelt voor Sporting Lokeren, of ook wel de Tricolores in het Daknam Stadion. En vandaag spelen ze daar tegen Jason Logge, oftewel Oh My God is Jay van Schalke Brugge. Heel lang dit seizoen was hij lijstaanvoerder. Uiteindelijk heeft hij zijn meerdere moeten erkennen in Miran Salim van Club Brugge. Vandaag zou hij de tweede plaats kunnen overnemen van KV Kortrijk. Dat is afhankelijk van doelpunten saldo, want Kortrijk heeft netjes gewonnen met 2-0 vandaag. Heeft dus een 4 doelpunten positiever saldo dan het Schalke Brugge van Jason Logge. Dat betekent dat Jason met 4 doelpunten verschil moet gaan winnen van Jonas ten Buizel. Nou, zie dat maar eens even te doen. Ik ga mijn statistiek er eens even bij pakken om te zien of dat ooit gebeurd is. En dan geef ik het woord aan Kasper Szybielski. Ja, inderdaad. Dat is ondertussen de voorlaatste wedstrijd van de reguliere competitie van de Proximus E-Pro League. Dus het einde is nabij. En ik vind het ontzettend spijtig, want het is echt een serieuze spektakel, een serieuze rollercoaster geweest, deze hele competitie. En het is ook gewoon prachtig om te zien hoeveel nieuwe spelers we hebben mogen ontdekken. Hoeveel talent we hebben gezien. Club Brugge onder andere, die echt fantastisch heeft gespeeld, echt waar. Heeft een zeer mooie indruk achtergelaten. Maar ook Jason van Cercle Brugge hier op een derde plaats, die ook gewoon fantastisch heeft gespeeld. En hij heeft een inzien van, damn, er zijn echt wel talenten in België. Ja. Maar dan kijk je bijvoorbeeld naar Lokeren, die dan iets lager gerangschikt staat. Buizen, maar dat was dan ook weer een fantastische speler. Dus het is spijtig om sommige spelers voorlopig eventjes niet meer te zien in deze Proximus E-Pro League, die zich niet kwalificeren in de top 6. En het is spijtig, want ik zei, het zijn allemaal fantastische spelers, allemaal talentvolle mensen. En ik hoop dat ze allemaal een iets van de toekomst mogen hebben in e-sports en dat ze nog heel veel plezier mogen beleven aan FIFA. Maar spijtig genoeg zit het dus voor sommigen helaas bijna op. Maar in ieder geval, wij gaan kijken naar Lokeren, Cercle Brugge, want het kan weliswaar een spektakel worden. Cercle Brugge die heel sterk aan de wedstrijd begint, maar Lokeren die hier en daar voor een verrassing kan zorgen. Ja, zeker. Lokeren, ik vroeg het me dus net hardop af, is dat ooit al eens voorgekomen met 4 op de verschil verloren, het Lokeren van Jonas ten Buizer? Nou, ik zie een opmerkelijke statistiek op mijn scoresheet tevoorschijn komen. Hij heeft maar 1 keer met meer dan 1 doelpunt verschil verloren. En dat was de 1-3 tegen KV Oostende, Kevin Lenglet. Verder waren alle verliespartijen, dat waren er 4, met 1 doelpunt verschil maar. En de ene grote uitslag die ik op dit sheet vind, is zijn winstpartij. 2 grote uitslagen. Een winstpartij tegen Genk met 4-1 en een winstpartij tegen Club Brugge met 5-1. Miran Salim. Dus Jonas ten Buizer heeft gewoon een fantastisch seizoen gespeeld. Ja, en dat zien we niet helemaal terug in de stand op de ranglijst. Dat staat op de 13e plaats. Ja, als je maar te veel wedstrijden gelijk speelt of met 1 doelpuntje verschil verliest, ja, dan krijg je gewoon die punten niet. Want 3 gelijke spelen en 5 verliespartijen totaal, waarvan eentje dus wel groot. Of groter dan 1 doelpunt verschil. Maar was ook maar met 2 goals verschil. Wat dat betreft is het altijd spannend ten Buizer speelt. Maar ja, wat dat betreft heeft hij zichzelf geen goede dienst bewezen door vaak maar net aan het kortste eind te trekken. Inderdaad. En we hebben ondertussen zijn kwartiertje gespeeld, 0-0. Staat nog steeds op het scorebord. We hebben geen doelpunten gezien. Ook geen hevige acties. De bal wordt gewoon in het rond gespeeld. Goed uitverdedigd. En zo blijft de bal heen en weer kaatsen rond het middenveld. Maar dat betekent niet dat het een saaie wedstrijd gaat worden. Want kijk hier, Loker aan de bal kan hier een mooi voorzetje placeren. Of gaat er dan toch voorbij zien te geraken, voorbij die man. En gaat hij eerder pasen naar de 16. Maar wordt goed uitverdedigd door Cercle Brugge. Bal gaat uit inworp voor Lokeren. En komt er dan nu een voorzet? Dat is natuurlijk de vraag. Nee. Wordt nog steeds rondgespeeld en de bal wordt zelfs kwijtgespeeld. Een bal voor Cercle Brugge. Gaat hij daar iets mee kunnen doen? Ja, een mooie schijnbeweging voorbij. De man, de verdediger van Lokeren. Maar wordt dan teruggespeeld en bal weer verloren. Kijk, een steekpas komt weer niet aan. Dat bedoel ik dus. We zijn 20 minuten ver en nog steeds geen enkele echt extreme kans. De bal wordt gewoon heen en weer gewikkeld rond het middenveld. Bal na bal gaat er verloren. Zie weer, hier weer balverlies. Eens kijken of hier deze actie wel kan afgemaakt worden. De Buizer die zijn man zoekt naar vrije spelers rond het veld. Ziet hij dan op die vlag. Maar kijk, weer balverlies. Goed verdedigd weer. Ik bedoel, hoeveel balverlies hebben we al niet gezien in deze wedstrijd? Pittig, ja.
Ondertussen zat ik maar weer even mijn statistieken door te neuzen om te kijken wat Cercle Brugge precies voor opmerkelijke dingen doet. Ja, al wel 4 wedstrijden op rij ongeslagen, maar 2 daarvan waren gelijke spelen. 2-2 tegen Club, 0-0 tegen Manzen van Kortrijk. Die laatste verliespartij was tegen Zultwaardig en van Nicolas Persoons 3-1. Hij heeft overigens maar 2 keer verloren dit seizoen. De andere verliespartij was tegen het AA-Gent van Robin Sleewagen. Die weten we allemaal nog. Een 6-0 hammering nadat hij 4 wedstrijden op rij aan het begin van het seizoen niet verloren was door Cercle Brugge. 3 overwinningen en een gelijkspel. Dus een fantastisch seizoen had hij tot dat moment. Toen werd het 6-0. En toen ging eigenlijk ook zijn titelkans een klein deukje oplopen. Kon nog altijd natuurlijk, maar inmiddels weten we dat Club Brugge en Miran Salim toch iets sterker blijkt over een geheel seizoen gezien. Op matchday 15 is dat al duidelijk, ondanks dat Cercle Brugge nog moet spelen. Kunnen nog wel tweede worden, kunnen Kortrijk ja, de loef afsteken. Maar nogmaals, hoe waarschijnlijk is het dat Buizer met meer dan 1 doelpunt... Oh, kijk eens even, op het moment dat ik mij dat afvraag, is daar de eerste goal tegen Buizerke. En dat betekent dat Cercle Brugge gaat juichen, natuurlijk, want zij weten dat het wel degelijk mogelijk is. 4-0 kan prima als je 1-0 voor staat op het half uur gespeeld. Inderdaad, ja, kijk, mooie voorsprong, zo'n half uur. Kopbal gaat recht over de keeper. De keeper die er met zijn vingertoppen net aan kan gaan, maar dat is niet genoeg om de bal binnen te houden. En zo staat het dus 1-0 voorsprong voor Cercle Brugge. Jason die... weer niet teleurstelt. Die gewoon match na match sterk blijft spelen. Ja. Staat er op die derde positie. Kan inderdaad wel naar die tweede positie gaan. Maar het wordt moeilijk, want er moeten nog enkele doelpunten gescoord worden. Maar hij, heeft nog zo'n 60 minuten. Dus alles is mogelijk. Wie weet wat er allemaal van komt. Maar ondertussen is Loker aan de bal. Komt er in een gevaarlijke 16. Maar de bal wordt niet in de voeten gespeeld van de medespeler. Goed uitverdedigd door Cercle Brugge. En ondertussen recupereert Loker de bal en gaat hij op zoek naar weer een kans. En vindt hij die? Nee, kijk. Weer balverlies. En dit is al de zoveelste van de wedstrijd. We krijgen wel een vrije trap. Er wordt gefloten. En ik vraag mij af, is er al in deze Proximus E-Pro League al een vrije trap gescoord? Niet direct. Het is toch vaak afleggen. En dan wordt er wel met regelmaat een doelpuntje ingeprikt uit het afgelegde vrije trap, maar direct op doel niet. En dit is een van de eerste keren dat we direct op doel geschoten zien worden überhaupt. En Buizer probeert het en het schot vliegt naast. En dan betekent dat Cercle Brugge de doeltrap mag nemen. Ja, alles kan inderdaad. 4 goals verschil winnen. Het zou zomaar kunnen. Het zou onwaarschijnlijk zijn tegen Ten Buizen, want dat gebeurt nooit dit seizoen. Sterker nog, 3 goals verschil is niemand gelukt, überhaupt. En Ten Buizen, ja, die zou ook nog kunnen winnen. Maar ja, ook dat gebeurt niet vaak, dat Cercle Brugge op een nederlaag getrakteerd wordt. Hier dan een vrije trap. Iets te ver buiten de 16 om het in één keer te proberen, denk ik. Dus we gaan zien afleggen. Nee, toch! Oh, wauw! Ja, kijk, ik stel me de vraag, werd er al eens een directe vrije trap gescoord? Ja? En dit gebeurt hier bijna, hoor. Dit was, als dit een doelpunt was geweest, dan was het wel heel sappig, heel prachtig. Ja? En hier dan nog een schot die gelanceerd wordt, maar ver in het publiek. Iemand daar gaat blij zijn als hij de bal in handen mag meenemen. Zou het dan zo zijn dat ze unieke wapenfeitjes op hun naam proberen te schrijven nog op die laatste speeldag? Omdat dat nog niet gebeurd is, dat ze dat weten? Misschien wel. Maar kijk, zoals Cercle Brugge staat hier op voorsprong. Staat er helemaal bovenaan de ranglijst. Wat heeft Jason te verliezen? Hij denkt van, ja kijk, ik trap hier misschien een mooi doelpuntje in. En hetzelfde geldt voor Buister bij Lokeren. Kijk, hier, mooie actie. Kan het afgemaakt worden? Wacht dan, gaat afkappen. En dit is zeer slim gespeeld. Gaat dan net in de dek, want tweede rebound gaat dan in de voeten van de verdediger. Mooi verdedigd en zeer mooi aangevallen. Ja. Wauw, dit was even heel heftig. Ja. Wat ik dus wil zeggen, ook voor Lokeren. Ze proberen een vrije trap direct te scoren. Want ze staan achter, ze staan redelijk onderaan de ranglijst, ze hebben niks te verliezen. Dus daarom dat ze inderdaad proberen wat mooie doelpuntjes neer te zetten, denk ik. Ja, absoluut. En daar probeert Ten Buizer met man en macht overeind te blijven. Moet zich voor de bal werpen, ziet dan langs de keeper geschoten worden op de paal. Na een prachtige actie van Cercle Brugge had een beter lot verdiend wellicht. Kijk eens even naar de statistieken. Heel duidelijk in het voordeel qua kansen in ieder geval van Cercle Brugge. Die hebben heel veel kansen gehad. Staan pas 1-0 voor, wat dat betreft nog niets verloren voor Jonas Ten Buizen. Die zich nog kan terugknokken in deze wedstrijd. Wat mogen we verwachten van Sporting Lokeren op de 13e plaats met 15 punten. Dat betekent als ze vandaag 3 punten pakken dat ze heel hard stijgen op de ranglijst richting de middenmoot. En de subtop zit er niet meer in wat dat betreft. Maar zoals gezegd, Ten Buizen speelt gewoon een gedegen seizoen. En kan het nog een positieve draai geven hier aan het eind.
inderdaad. Maar we gaan dus op naar de tweede helft met voorlopig een 1-0 voorsprong voor Jason. Hier, ja, de tweede helft wordt als hockey afgetrapt, want we gaan nog eventjes wat aanpassingen zien bij Jonas. De vraag is, wat gaat hij allemaal doen? Jason denkt van, ja, kijk, als je me toch tijd geeft om dingen te veranderen, ga ik dat ook eens doen. Ga ik ook wat dingen veranderen? Of scrolt hij maar gewoon door het menu? Ik zie het niet fatsoenlijk, volgens mij is er niets meer veranderd. Ik al bij Jonas, die dan weer is aan het aanpassen. Ik zou zeggen, jongen toch, trap die tweede helft af. We zijn benieuwd of er nog mooie doelpunten gaan vallen. Maar ze pakken hun tijd. Ja, kijk, ik zou het ook doen. Het is de laatste wedstrijd, je moet er nog van genieten. Het mag zo lang mogelijk duren, want voor je het weet is de Proximus E-Pro League afgelopen. Vooraleer we dus de reguliere competitie, vooraleer we dus naar de play-offs gaan. Maar dus, nu wordt de tweede helft alsnog afgetrapt. Nogmaals, Cercle Brugge 1-0. Voor op voorsprong voor Lokeren. En ja, Cercle die op zoek gaat naar misschien een 2-0. Hier en daar wordt het balletje rondgetikt. Hier een mooie geplaatst schot waar de keeper maar net bij kan. En dit werd wel heel gevaarlijk. Ja, absoluut. Dan gaan we corner zien voor Cercle Brugge. Dat op de laatste speeldag wist te winnen van Standaard Luik. Na een 1-0 achterstand toch nog omdraaien en 3-1 winnen. Heel bijzonder knap tegen Aurelio, die net aan het eind van het seizoen weer een beetje de vorm terugvond. Want hij wist vandaag te winnen tegen zijn tegenstander. En dat was Waasland Beveren. En sterker nog, dat werd 4-1 in het voordeel van Aurelinho. Hier een grote fout van Terbuizen die Cercle Brugge in het zadel lijkt te helpen. Hier dan, een schot van afstand. Nee, door combineren en door proberen te spelen. Met de nadruk op proberen, want die bal gaat achter. Maar dat ging via een verdediger, dus we zien de corner. In één keer hoog voor bij de eerste paal. Inkoppen lukt niet, terugkoppen in het strafschopgebied. Het overvolle strafschopgebied. Terbuizen komt niet onder de druk uit. Levert de bal Pardoes in. Dan gaan we Cercle Brugge met Jason Logge weer zien schieten van afstand. Aardig schot, maar de keeper vat hem in de handen. Inderdaad, en zo is de bal voor Lokeren, die nu op zoek gaat naar dat eerste doelpuntje in deze wedstrijd. Het is de laatste wedstrijd, dus je wilt niet eindigen met 0 doelpunten. Je wilt eindigen met minstens 1. En dit is misschien Cercle die hier 2-0 van maakt, maar de bal gaat er net naast en het is corner. En zo zien we hier 5 corners ondertussen voor Cercle Brugge. Geen enkele voor Lokeren. Hier nog een schot, maar de keeper pakt hem met gemak en dit kan weliswaar. Ja, dat doelpuntje worden voor Lokeren als ze heel snel aan het werk gaan en zich heel snel begeven naar het andere doel. Maar ze wachten af. Ondertussen is de verdediging van Cercle bijgebeend en heeft de bal overwonnen. Balbezit voor Cercle, die hier ondertussen weer de bal verliest. Ja. Maar houdt hem binnen. Houdt hem binnen en speelt hem alsnog buiten. Ja, oei, dat is spijtig. Ja, kinderlijk eenvoudig het balbezit heroverd gekregen. Ten Buizer van Sporting Lokeren, die absoluut niet in de wedstrijd lijkt te komen. De dominantie van Brugge is heel groot, Cercle Brugge. Maar wat dat betreft is het frappant om te zien dat het pas 1-0 staat. En dan kan er zomaar inderdaad, wat je zegt, aan de andere kant het doelpunt vallen. Het is Ten Buizer nu in balbezit. Sporting Lokeren doet alles eraan om tot een schot te komen. Die vinden we hier, maar die gaat hoog over. Wat dat betreft geen rijp doelgevaar en Terbuizen zit niet lekker in de wedstrijd. Nee, inderdaad. Maar 62 minuten hebben we ondertussen gezien. 62 minuten lang hebben we mogen genieten van wel veel balverlies, maar hier en daar toch wel een mooi schot. Het is niet de meest smakelijke wedstrijd tot nu toe in de Proximus E-Pro League, maar dat is niet erg, want we hebben van zowel de beide spelers al prachtige wedstrijden gezien. Ja. En met nog zo'n 25 minuten te gaan, gaan wij kijken of hier toch nog een doelpuntje kan vallen, hoor. En dit kan wel zwaar voor Lokeren worden. Goede actie. Bal zit langs de flank. Ja, krijgt daar geen voorzet uit, want daar zit een hoofd tussen van de verdediger van Cercle. Maar ze blijven in balbezit, dus hier kan wel zwaar nog iets van worden. De bal wordt rondgespeeld. Zoekt de man. Er staan heel veel verdedigers van Cercle in de 16. Dus de vraag is, kan er een schot uitkomen? Ja, dat kan in de tweede keer, maar het schot gaat heel ver naast. Ja, absoluut. We hebben pas één echt schot op doel gezien van Terbuizen. Eentje nu fors naast. Wat dat betreft was het eenrichtingsverkeer tot de laatste 10 minuten in het voordeel van Cercle Brugge. En nu eindelijk tekenen van leven van Sporting Lokeren. Maar juist op het moment dat die tekenen van leven er zijn, is het blijkbaar dat er een grote kans gaat komen. Aan de andere kant, het schot wordt geblokt. Het schot wordt opgevangen door Terbuizen. Oeh, die moet helemaal terug naar zijn keeper. En heel veel witte hemden die hem proberen af te jagen. Ziet dan de ruimte daar op het middenveld. En heel veel ruimte daar. Oh, net te laat gestapt de verdedigers. En dan is het 2 tegen 1 in het voordeel van de aanvallers van Lokeren. En dat gaat die keeper nooit winnen. Alsjeblieft, daar is de goal. En Terbuizen wuift hem zelf weg. Die beseft dat dit te veel eer is. Te veel loon
voor te weinig laten zien vandaag. Maar Bia staat op het scorebord en oh my god, Jay is terug bij af. Ja, inderdaad. De keeper die er met zijn voet nog aan kan raken, maar houdt hem niet binnen. 1-1 staat het nu. Dan is het toch wat iets gekkere wedstrijd. Niet het meest spectaculaire. En inderdaad, Jason die ook... Buizer die zelf vond dat hij het doelpuntje niet verdiend had. Maar alsog, kijk, hier tegen Dekland wordt er gekneld. Kijk, het is niet gedaan. Ik zei, het is niet de meest spectaculaire wedstrijd. Maar dit kan wel zwaar veranderen in de laatste 15 minuten. Want we zien hier weer een actie van Lokeren. Dit kan wel zwaar zeer spannend worden. Jawel, de bal wordt rondgespeeld. Blijft in balbezit. Wordt afgedekt door een verdediging van Cercle. Maar Lokeren blijft in balbezit. Kan hier iets worden? Nee. Weer een bal verlies. Goed verdedigd van Cercle. Goed verdedigd van Jason. En Lokeren blijft een balbezit. Kan hier misschien nog een schot uit krijgen. Jawel, dat is zeker. De bal wordt doorgespeeld, maar de keeper zit ertussen. Ineens is het allemaal Lokeren wat de klok slaat. En dat beseft Jason Blocher. Dus hij drukt op pauze. En is even de sleutel aan informatie om even de momentum weg te halen bij Jonas ten Buizer. Want die is ineens helemaal terug in de wedstrijd. Heeft vleugels gekregen door het doelpunt en waar hij daarvoor stroef draaide. Is het inmiddels een geoliede machine. Ondanks dat ze tegen Cercle Brugge staan. Iemand die toch op de tweede, derde positie van de ranglijst al het hele seizoen bivakkeert na die eerste 4 speeldagen waar hij aan kop stond. Het is bijzonder om te zien hoe Jonas ten Buizer na een heel moeizaam eerste uur ineens keihard terugslaat in de laatste 15 minuten. Ja, ik ben benieuwd wat er nog van gaat komen, want we hebben nog 10 minuten te spelen. En als het zo eraan toe gaat zoals het in de laatste 5 minuten is, dan kan hier sowieso nog een goaltje of zelfs 2 vallen. We krijgen het korte te zien van Lokeren. We zien wat hij daarmee kan presteren. De bal wordt gewoon geplaatst naar de eerste man. Rondpaast naar een middenvelder voor die 16. Ja, zoekt daar de ruimte. Maar ja, er zijn heel wat spelers met witte truitjes in die 16. Het is moeilijk om er een bal langs door te krijgen. Maar ja, vindt dan toch een opening. Kom misschien van daar schiet. Hij schiet van hier, maar gaat er langs. Kijk, Jason moet oppassen hoor. Want het kan wel eens waar een winst voor Lokeren worden als het zo blijft doorgaan. Want als het zo blijft doorgaan, dan vindt uiteindelijk Lokeren wel het doel, denk ik. Ja. En u ziet het, Cercle gaat weer schuiven met de formatie. Is nog niet tevreden hoe het loopt. hoe het loopt in die laatste 15, inmiddels 20 digitale minuten. Die toch echt voor Lokeren zijn. Hebben 1 doelpunt gekregen als beloning daarvoor. Evenals Jason Logge daarvoor 1 doelpunt beloning kreeg voor zijn dominantie. Ik ben heel benieuwd wie in de laatste 10 minuten nog met de eer gaat strijken. Of wordt het een puntendeling? Daar schiet geen van beide echt mee op. Als we heel eerlijk zijn, dan komt Lokeren op 16 punten. Ja, blijven ze op dezelfde positie staan op de ranglijst. Jason Logge blijft dan op de 3e positie op de ranglijst. Maar ja, uiteindelijk is dat natuurlijk een fantastisch resultaat. Dus wat dat betreft. Maar ja, 2e worden, net achter Club Brugge. Dat zou toch mooi zijn, hè, voor die andere club uit Brugge. Het zou inderdaad heel mooi zijn. Club Brugge en Cercle Brugge die dan de 1-2 posities gewoon neerzetten. Het zou fantastisch zijn. Het zou mooi zijn voor Brugge. Maar met de tools, dat gaat eigenlijk niet meer, hè? Hij moet het gaat niet meer. Nee, hij moet er nog 4 keer scoren nu in de laatste 10 minuutjes, als ik blessuretijd meetel. Dus dat is wel eigenlijk mijn excuses. Oké, het gebeurt niet. De Brugge-droom gaat niet gebeuren. Ja, nee, sorry. Ik zat er zelf over te speculeren. Maar ik besef nu dat de tijd gewoon niet meer genoeg is om 4 goals te maken. Hoe goed je ook speelt. Ja, inderdaad. Want met zo'n 3 minuten op de klok is het stilaan gedaan. Hier en daar kan er nog een actie uitkomen, zoals Lokeren die hier in de 16 komt. Jawel, het wordt doorgepaast en vindt daar bijna die man. Als die laatste paas aankomen en in de voeten zou komen voor van die aanvaller, dan was het gedaan. Dan was dat een doelpunt voor Lokeren. Maar zover zijn we nog niet, want de Cercle die nu aan de bal komt en zijn actie kan forceren. Nee, kijk, weer balverlies. Hoeveel passes vandaag hier niet zijn aangekomen is wel heel veel. Maar kijk, die laatste pas van Lokeren komt er wel door. Wat een tackle. Wel. Kijk, de lach met Jason. Dit is wel heel veel. Dit moet rood zijn. Kan niet anders. En dat is het ook. Maar dat is het. Ze kunnen erom lachen. Dat is het belangrijkste. Want dit is, dit is afschuwelijk. Ja. En de cheeky smile van Jason Logge. Hij beseft wat hij zojuist gedaan heeft. En dat voor hem een leuk resultaat oplevert. Tenzij we toch
die rechtstreekse directe vrije trap ja, in de goal gaan zien. Ik vind dat dit nu gescoord moet worden. Dat dit zou pure karma zijn. Dit zou gerechtvaardigd worden als deze er nu in zit. Ik hoop oprecht, ik kruis mijn vingers dat deze er niet in gaat. Eventjes serieus, afleggen. Deze moet erin. Ja, gebeurt niet. En zo eindigen we met een 1-1 gelijkstand tussen Lokeren en Cercle Brugge na een saaie wedstrijd die in de laatste 20 minuten volledig omgetoverd is. Dat is echt een prettige partij met veel acties, veel humor, veel plezier. En geen vreugde, want het blijft gewoon 1-1. Ja, maar toch wel de lach op het gezicht bij beide spelers. Misschien nog het meest door die vermakelijke ingreep van Jason. Oh my god, is Jay. Hakt je wel even doormidden als je op weg gaat op een... op richting van een 1-op-1 met de keeper. Oeh, kijk eens even naar het aantal kansen van Cercle Brugge. Ja, het zou ook te veel van het goede zijn geweest om daar nog de 2-1 voor Lokeren te zien vallen. Wat een prachtige ingreep van Jason. Ja, absoluut. Goede verdedigende actie, maar inderdaad wel niet echt volgens de regels van de voetbal. Dus het ging er een beetje over. Maar alsnog een heel mooie wedstrijd. En zo eindigen we deze laatste speeldag met de voorlaatste match. En beide ploegen gaan naar huis voor een interview. Ik kwam hier niet met verwachting om top 6 spelen. Ik hoopte om een match of 3 à 4 te winnen. En ik denk na 5 matchen heb ik er al 4 gewonnen. Dus ja, echt fantastisch. En dat ik nu bij die top 6 mag zijn, daarbij hoor, dat is echt meer dan dat ik ooit had durven dromen. Geef eens een pronostiek voor de play-offs. Oh ja, de pro's komen er nu bij, dus die zijn moeilijk in te schatten. Maar ik denk dat van ons 6 die nu doorgaan, dat club Brugge dus, en waren hem toch de twee als hoogste gaan eindigen. Ja. Goh, al bij al. Natuurlijk wel zo hoog mogelijk eindigen, maar ik denk al bij al mag ik tevreden zijn. Ik ben niet het type speler zoals het merendeel hier, die veel tijd in FIFA kan steken. Ik denk dat ik wel het minste aantal uren speel. Dus ik had weinig verwachtingen en al bij al ben ik wel tevreden met wat ik gepresteerd heb. Dames en heren, op de laatste match van de laatste speeldag van de Proximus E-Pro League reizen we af naar het regenboogstadion van Sulke Waregem. Zij zullen daar gastheer zijn en spelen tegen Koninklijke Racing Genk. Oftewel Nicolas Persoons tegen Wesley Campana. En jij hebt een zwak, heb ik mij laten vertellen, voor Racing Genk. Kasper. Inderdaad, ik ben van Limburg, dus ik ben absoluut blij als Genk wint. Nu, ik had veel liever Wesley Campana en Genk zien neerstorten in die top 6 in plaats van een play-offs tegen de pro's. Maar helaas, Genk stuimelt daar een beetje achteraan, de middennoot op die 11e positie. Mag dan zijn laatste wedstrijd hier tegen Zulte spelen, maar het wordt volgens mij een moeilijke opdracht. Zulte, die daar heel sterk op een vierde plaats staat na 14 gespeelde wedstrijden, met ook zeer sterke 25 punten. Kijk, Nicolas Persoons heeft een uitstekend seizoen achter de rug. Heeft zich ook makkelijk geplaatst voor die top 6. Dus Wesley gaat het naar mijn mening zeer moeilijk hebben in deze laatste wedstrijd. Dus ik weet niet of alle Genkies hier blij mogen zijn met deze laatste wedstrijd. Want ik weet niet of er gejuicht gaat kunnen worden. Laten we hopen van wel. Ik hoop al sinds van wel. Maar het wordt lastig, denk ik. Ja, het wordt zeker lastig. Toch een knap aantal van 18 punten voor Wesley Campana. En deelt daarmee plaats 9 met 2 andere spelers. Ja, staat op doelsaldo dan 11e. Dus wat dat betreft zou hij zichzelf vandaag een mooie dienst doen door de middenmoot in te kruipen. Of misschien zelfs richting subtop, afhankelijk van andere resultaten. Maar top 6 zit er niet meer in, want Charleroi heeft vandaag zijn wedstrijd gewonnen met 6-2 ook zelfs. Benjamin Bienaert liet er geen twijfel over bestaan wie die zesde plaats toekwam. Sterker nog, voor het eerst dit seizoen liet het ijskonijn iets van emotie zien. Want zo hebben we hem omgedoopt na het uiterlijk onbewogen seizoen wat hij op de mat legde bij voor- en tegengoals zagen we hem niet bewegen. Bijna een standbeeld. Ik ben benieuwd of een van deze twee spelers vandaag zo cool blijft. Meestal zijn ze zeer emotioneel, leven duidelijk mee. Ook fysiek met hun gescoorde doelpunten, met de doelpunten die ze tegenkrijgen. Ik ben heel benieuwd dat de doelpunten gaan vallen. Dat lijkt me zeker, want deze gasten scoren altijd. Behalve één pot van Nicolas Persoons. Dat was de 0-0 tegen Standard Luik aan het begin van het seizoen. Dat is alweer heel lang geleden. Dus ik zie dat vandaag niet weer gebeuren. Ja, inderdaad. En als je kijkt naar de doelpunten, we zien Genk 31 keer scoren in de Proximus E-Pro League en staat 11e. Zulte Waregem staat 4e, maar heeft maar 27 keer gescoord. Dus dat is wel een interessant feitje, denk ik. Genk die daar gewoon, en Wesley die daar gewoon meer doelpunten scoort, maar alsnog een heel groot verschil ziet in de klassementen, 4e tegen 11e. Ja, Genk krijgt er ook meer tegen, denk ik, want Genk heeft tot nog toe nog nooit de 0 gehouden en Nicolas Persoons heeft dat 2 keer gedaan.
Ja, maar ja, kijk uiteindelijk, krijgt uiteindelijk 35 doelpunten tegen Zulte Waregem, krijgt er maar 21, dus dat maakt natuurlijk het verschil. Genk die dan misschien wel vaker aan scoren kan, maar scoren is niet enkel belangrijk, je moet ook goed kunnen verdedigen. En natuurlijk... Ja, dat was een hevige tackle. Je moet natuurlijk goed kunnen verdedigen en winnen is niet enkel belangrijk. Je moet, of het doelpunten scoren is niet enkel belangrijk, je moet natuurlijk ook kunnen winnen. Ja. Ja, absoluut. Je moet gewoon kunnen voetballen. Dat kunnen deze spelers allebei hoor. Daar mag geen twijfel over bestaan. Absolute topspelers in de FIFA scene. Daar het eerste wapenfeitje van Nikom 5, oftewel Nicolas Persoons. Daar komt nog even die gele kaart voor Dries Wouters van Genk. Want dat was inderdaad duidelijk een tackle van achteren. Wesley Campana die de eerste bon op zijn naam krijgt. En Colt of 10, zo kennen we hem inderdaad, tegen Nikom 5. Ik ben heel benieuwd of er een winnaar gaat komen, wie er gaat winnen. En ja, voor Zulte Waregem zou het nog zo kunnen zijn dat zij volgens mij één plaatsje winst boeken. Is dat, klopt het? Nee, ja. Ja, dan moeten ze met heel veel... Nee, Zulte Waregem kan niet meer omhoog kruipen. Want, de concurrenten hebben punten gepakt. Je hebt gelijk. Ja, inderdaad. Dat ene puntje was genoeg voor Cercle Brugge om zich veilig te spelen op die derde plaats in de top 3. Ja, en Kortrijk heeft gewonnen. Dus kijk, Zulte Waregem kan 3 puntjes bijpakken. Maar ze blijven dan op die 4e positie. Wat overigens wel een sterke positie is. En kijk, hier komt het eerste doelpunt. Nee, wordt tegen de dek nog geschoten. En daar die volley. Die bal komt net niet in zijn voeten voor die rebound. Ja, kijk. Eerste zeer mooie actie. En eerste gevaarlijke actie na 19 minuten gespeeld te hebben. Gaat naar Zulte Waregem, naar Nicolas Persoons. Die toch wel sterk in deze wedstrijd begint. Genk en Wesley langs de andere kant ook, maar het is dan Wesley die gaat lopen met de kansen, die gaat lopen met de gevaarlijke acties. Zoals nu kan hij hier een voorzet uitkrijgen, is natuurlijk de vraag. Of gaat hij die twee verdedigers het Genk voorbij spelen? Nee, doet hij niet. Speelt gewoon de bal aan de voeten van de verdediging van Genk. En dan kan Genk hier zo weliswaar langs de flank een heel mooie actie krijgen. Ja. Doet daar dan een steekpas, maar ja, kijk, uitverdedigd door Zulte en de bal gaat uit in de worp. Voor Zulte, want die bal ging nog net tegen de voeten van Genk. Ja, ik had verwacht een inworpje van Genk. Maar inderdaad, aan de andere kant van het veld lastig om te zien. Helemaal aan de andere kant van dit stadion. Prachtig regenboogstadion. 12.500 man zit hier op de banken. Ging hij over de zijlijn via Genk voetje. Dat betekent dat SCV mag ingooien. Ja, Nicolas Persoons, wij zeiden het allemaal voor het seizoen. Wij, de kenners, om het zo maar even te zeggen. Hij gaat top 6 eindigen. We zeiden het allemaal zonder enige twijfel. Na 6 wedstrijden dit seizoen, de eerste 6... stond hij pas op 1 overwinning. En we begonnen allemaal een klein beetje gevoel te krijgen dat het misschien wel mis ging lopen. Tegelijkertijd zeiden we dan ook, ja, hij heeft het zwaarste programma van alles en iedereen hier in die eerste 6 wedstrijden. Miran Salim, Anthony Rocchetti, Bobo, Mansen Bogaerts. Bobo bedoel ik natuurlijk Benjamin Bernard van Charleroi. Dus wat dat betreft had hij een loodzwaar programma. Maar de tweede helft van het seizoen heeft hij het fantastisch omgedraaid. Staat nu op een waanzinnige 4e plaats. Wat dat betreft onze woorden van profetie meer dan waar gemaakt. Gaat hij vandaag ook Genk aan de zegenkar binden? Of gaat Wesley Campana het winnen vandaag? Ik ben heel, heel, heel benieuwd. De eerste helft is tot nu toe met het eerste half uur gespeeld aardig vermakelijk. Maar echte grote kansen ontbreken nog een beetje. Het staat dus ook logisch gezien nog altijd 0-0. Hier komt dan misschien een kansje voor Nicolas Persoons. Hij probeert zich vrij te draaien tussen 3 verdedigers. Niet veel ruimte, verliest dan de bal, logisch gezien. En zo blijft het een vermakelijke, maar ja, niet echt kansrijke wedstrijd. Inderdaad, 35 minuten hebben we ondertussen gespeeld. De eerste helft zit er bijna op. De eerste, of de laatste eerste helft van de reguliere competitie van de Proximus E-Pro League zit er bijna op. En het doet me... Ja, ik vind het spijtig. Ik vind het spijtig. Ja. Ik vond het zeer leuk om te kijken en zowel het commentaar geven. Ik vond het een fantastische competitie. En ik ben blij dat België zoiets moois heeft neergezet. Maar ja, inderdaad, de reguliere competitie komt ten einde. En dan moeten we wachten op de play-offs tot maart, als ik me niet vergis. Ja. Dus dat is nog een tijdje. Maar ja, kijk, ik denk dat er snel gaat aankomen. En dan mogen we opnieuw genieten van de spectaculaire Belgische e-sports van FIFA en de Proximus E-Pro League. Play-offs tegen de pro's. Maar alsnog, kijk, ik vind het spijtig. Het is heel snel gegaan. Ja, absoluut. Als we nou eens kijken naar de laatst gespeelde wedstrijd, dan is het wat wisselvallig voor Genk. De laatste helft van het seizoen niet in absolute topvorm. Daarom ook afgezakt uit die subtop. Oeh, kijk eens even. Het schot van Nicolas Persoons gekraakt en makkelijke prooi voor de keeper. Ja, Persoons daarentegen 6 wedstrijden op rij ongeslagen. Daar zat 1 gelijkspel tussen. De rest waren allemaal overwinningen. Daarvoor werd er verloren met 1-2 tegen het Lokeren van Ten Buizer.
En ja, dat is waanzinnig knap te noemen. Dus ik heb het al eerder aangestipt. Hij heeft dit seizoen helemaal op zijn kop gezet na die eerste 6 wedstrijden. Hij heeft het helemaal omgedraaid. Op eigen kracht gedaan. Mentaal sterk gebleven. Bleef altijd kalm en rustig. Pakte ook her en der gelijke spelletjes. Maar zoals gezegd, de overwinningen bleven heel lang uit. En dan is het lastig om kalm te blijven. Dat hebben we gezien aan Robin Seuls van Anderlecht. Dat hebben we gezien aan Aurelio Coster van Standard Luik. Die dus eigenlijk hun seizoen verloren zagen gaan. Uiteindelijk hadden we wel op de laatste speeldag een mooie herpakking van Aurelinho. Met een 4-1 pandoering van zijn tegenstander. Dus dat was zeer knap te noemen. Inderdaad, die wedstrijd herinner ik me ook nog. Ik was echt blij voor Standaard en voor Aurelio. Ja. Eigenlijk zo'n mooie overwinning met zoveel doelpunten. Ik was echt blij voor hem. Maar ondertussen is de eerste helft afgelopen. Blijft het 0-0 tussen Genk en Zulte Waregem. Zowel Wesley als Nicolas kunnen maar niet tot scoren komen. Ik zie een klein beetje frustratie bij Nicolas, maar ik zou eigenlijk niet weten waarom. Ik bedoel, je staat op die vierde plek. Je bent daar eigenlijk 100% zeker van. Er kan niets meer veranderen. Je kan niet meer omhoog, je kan niet meer omlaag. Dus de laatste wedstrijdje. Kijk, speel rustig. Probeer een mooie goal te maken. Probeer je niet te hard te frustreren aan kansen die je niet benut. En langs de andere kant, Wesley, geef alles op alles. Maak die Limburgers in deze laatste wedstrijd trots. Niet omdat Genk niet in de slecht heeft gespeeld en niet in de play-offs heeft geraakt. Ze hebben uitstekend goed gespeeld. Of Wesley heeft uitstekend goed gespeeld. Maar gewoon die laatste wedstrijd, kijk, dan moet je gewoon winnen. Dan kan je met een goede eer naar huis gaan. En dat is waar we allemaal op wachten, denk ik. Maar goed, ja. Tweede helft is ondertussen afgetrapt. Genk, die daar in de gevaarlijke zone komt in 16, komt dan tot schat, maar wordt afgeblokt door de verdediging van Zulte Waregem. Ja, ik snap op zich die frustratie wel een beetje, want Nicolas Persoons was toch een van de vier grote namen. Samen met Anthony Rocchetti, Benjamin Biernaert en Manse Bogaert. Dat waren de namen waarvan veel verwacht werd. Hij was vorig jaar Nicolas Persoons, waarbij de Red Devils, de Belgian E-Devils, bij de top 16. Sterker nog, hij behaalde daar de laatste 8. Dus wat dat betreft aan zijn stand verplicht eigenlijk om hier gewoon top 6 te pakken en eigenlijk gewoon top 3 te eindigen. En die top 3 die zit er niet meer in. Dus wat dat betreft wil hij gewoon het seizoen afsluiten met een mooie overwinning. En zo 7 wedstrijden op rij ongeslagen blijven. Laten zien wat hij kan. En als het dan 0-0 staat na een stroperige, moeizame eerste helft, dan snap ik dat hij wat gefrustreerd is. Hier komt die frustratie er ook uit met een trap ten opzichte van Genk middenvelder. Nou ja, wat dat betreft staan ze dan nu gelijk. Want we weten allemaal nog die mooie tackle van achter die een gele kaart opleverde voor Campane in de eerste helft. Ja, gaan we toch nog een winnaar zien, Kasper? Of blijft het een bloedloze 0-0? Ja, ik vraag het me echt af, hoor. Want na bijna 60 minuten gespeeld hebben, bijna een uur gespeeld hebben dus, in FIFA-tijd dan, zien we nog steeds 0-0 op het scorebord. En dat is niet wat we willen natuurlijk. We willen doelpunten zien. En hier, Zulte Waregem langs de flank. Die dan op een mooie positie kwam voor een voorzet. Geeft dan geen voorzet. Zoekt de man daar in het rond voor die 16. Wordt gepaast. De vraag is, komt er een schot? Wordt een beetje afgedekt door de verdediging van Genk. Maar Zulte blijft een balbezit. Nog steeds. Mooi paasje met een hakje. Maar kijk, dat is alweer balverlies. Langs de andere kant ook weer balverlies. Dus komt Zulte nog steeds in gevaar. Zon hier een knal. Dat is een doelpunt. Ja, kijk. Heel slordig. Heen en weer gesukkeld. Maar kijk, als dat schot uiteindelijk goed is, dan is dat een doelpunt. 1-0 voor Zulte Waregem. Wesley kon erom lachen. Die denkt van, kijk, flauw doelpunt. Schudt zijn hoofd. Ja. En ik snap hem, hoor. Ik bedoel, beide teams, het is niet de meest spectaculaire wedstrijd die we tot nu toe hebben gezien. Zulte verdient op voorsprong, ik zou zeggen van wel. Maar langs de andere kant, al was het 1-0 voor Genk, zou ik ook zeggen, kijk, Genk is ook terecht op voorsprong gekomen. Ja, we zouden niet hebben opgekeken. Eigenlijk was het de eerste grote, echt grote kans van de wedstrijd. Die wordt meteen ijskoud afgemaakt. Daar laat Nicolas Persoons wel zijn klasse zien. Krijgt nu wat extra pit in zijn spel door die goal wellicht. Inmiddels wat extra durf. Maar loopt dan in het mes en gaat Genk dan kunnen counteren. Nee, fysiek duel heel goed opgevangen. Het blok gezet door Zulte Waregem. De boeren, zoals ze ook wel genoemd worden, niet van een stuk te brengen, niet van hun positie te krijgen, maar daar veel te diep met de, je ziet de frustratie trouwens bij Wesley. Dit komt er fysiek heel erg uit. Ja, inderdaad. Ze wordt niet met de controller gesmeten, wordt met de vingers gesmeten, nee. Beter gezegd. De handgebaren worden getoond. Na 70 minuten komt hier dan een schot van Genk. Dan kijk recht in de handen van de keeper, recht op doel. Echt, zo'n schot moet geplaatst worden. Nu, niet dat ik het beter kan.
Maar ik kan het nu analyseren en dan zie ik de fout. En dat is natuurlijk makkelijker om op te sommen wat er allemaal gebeurt. Maar goed, de 20 laatste minuten van de reguliere Proximus e-Pro League competitie gaan nu van start. Zulte Waregem met 1-0 voorsprong op KRC Genk. De vraag is, blijft het zo of kan Genk nog terugkomen in de wedstrijd? We gaan het nu zien. Ja, inderdaad. Beide spelers hebben bij de meeste van hun matches een vriend meegenomen. En die wordt door Nicolas Persoons, Adrian is dat bij hem, die wordt als mental coach omschreven. En Wesley zegt over zijn vriend Kobe van Kouten dat hij hem rustig kan houden bij de matches en bij veel van zijn matches ook meekijkt. Wat dat betreft eigenlijk twee mental coaches, zouden we wel kunnen zeggen. Tot nu toe werkt die van Nicolas Persoons het beste. Lijkt het, want die staat 1-0 voor. Heeft aardig wat kansen gehad. Drie daarvan binnen het kader geplaatst. Minder kansen voor Genk, maar wel alle drie op kader ook. Dus wat dat betreft evenveel schoten op doel gericht. Zulte Waregem toch verdiend op een 1-0 voorsprong. Wesley Campana gaat terug moeten vechten. Campana, het Spaanse woord voor bel, waar we achter komen. Nou, de bel luidt op dit moment 5-12. Met andere woorden, laatste kans om nog glorie te geven aan een seizoen dat gewoon redelijk verliep, maar niet helemaal volgens plan. Want zijn doel was toch wel die play-offs te behalen en dat is niet gelukt. Ja, spijtig genoeg. Nu ben je benieuwd naar alle statistieken, aangezien we toch bijna aan het einde zijn van de reguliere competitie. Dus de cijfers staan er. Of ben ik benieuwd naar bijvoorbeeld de achtergrond van de spelers, leuke weetjes wat er allemaal gebeurt, of in het algemeen alle informatie die je maar kan bedenken of vinden over de Proximus e-Pro League. Wel, surf dan naar www.proximus-esport.be. Daar vind je alles, maar dan ook alles. Ja, absoluut. Weet je wie door Brian Moeijaard werden uitgesproken tot favoriet voor de titel? Ja, ik zou zeggen de speler van Club Brugge. Twee namen noemde hij. En het was niet Club Brugge, nee. Het was niet Club Brugge. Hij zei Robin Sleewagen van AA Gent en Nicolas Persoons van Zulte Waregem. Ja, beide in de top 6. Ja, kijk, beide absoluut goed gespeeld. Ja. Ik bedoel, ze maken nog steeds kans om de ultieme titel naar die play-offs. Ik bedoel, ja, zeker. Als je in die play-offs staat, ook al sta je eerst, ook al sta je vierde, je gaat naar die play-offs, je wordt gereset, er gaat een tijdje voorbij, je hebt even rust, je kan nadenken waar zijn mijn puntjes om aan te werken. Ja, en dan kunnen we een heel andere speelstijl zien van sommige spelers, ben je er 2-0. Alsjeblieft. Voor Zulte Waregem, Nicolas Persoons, kijk, hij juicht, hij is blij. Ja. Wat een ontlading. In de laatste 10 minuten wordt er nog 2-0 gemaakt. Maar inderdaad, kijk, wie de favoriet uiteindelijk is, ik zou het niet weten. We zien nu in de reguliere competitie Club Brugge, die echt wel, ik zou zeggen, qua doelpunten saldo en qua punten wel met kop en schouders bovenaan staat. Maar dat kan wel gewoon zomaar helemaal veranderen in de play-offs. Ja, absoluut. Prachtige goal trouwens, Nicolas Persoons. En heel heftig op gereageerd. Zo zie je weer dat die top 6, die was al lang behaald door hem. Maar wat dat betreft wil hij toch heel, heel graag elke Proximus E Pro League match serieus nemen en afsluiten met een overwinning. U ziet wat het betekent voor de spelers, wat het voor hen ook betekent aan goodwill kweken bij de fans van hun clubs, maar ook aan status wellicht. Want ook dat speelt een rol, hè. Op het moment dat je op het veld stapt en je ziet tegenover je een Lionel Messi of een Cristiano Ronaldo staan, sta je al met 1-0 achter als tegenstander zijn. En dat is ook een effect dat in de gamingwereld kan voorkomen. Dat zie je ook bij internationale topspelers als F2 Tax bijvoorbeeld. Op het moment dat die tegenover je staat, dan voel je ook niet zo lekker in je vel zitten. Dan denk je ook van tevoren, wat zit er vandaag voor mij in het vat? En dat is misschien iets wat ook nog op het spel staat. Nicolas Persoons kan zich hier nog wat sterker in die top 6 nestelen en zorgen dat hij nog wat meer status krijgt om mee te nemen naar toekomstige wedstrijden. Nou, dat doet hij zeker. Het is 3-0. Net binnen reguliere speeltijd wordt het compleet een pijnlijk verhaal voor Wesley Campana. Die is daar ook niet blij mee. Draait wat rond op zijn stoel en denkt, wanneer mag ik het laatste fluitsignaal horen en weglopen hier? En moet ik dan ook nog eens voor de camera voor een interview? Of mag ik direct de douche opzoeken? Ik snap het wel. Spijtig als Limburger. Dan heb ik het over mezelf om Genk in deze laatste wedstrijd met 3-0 naar huis te gaan. Een 3-0 achterstand tegen een ijzersterke Nicolas Persoons en een ijzersterke Zulte Waregem. En daar is ook alweer het laatste fluitsignaal. 3-0 dus. Nogmaals, kijk, fantastisch gespeeld door Nicolas Persoons.
Een paar steken laten vallen door Wesley, die weer zijn kansen niet benut en zo dus weer met 0 punten naar huis gaat en op die 11e positie gaat blijven. Spijtig genoeg, maar ja, kijk, Nicolas Persons, fantastisch gespeeld. Komt op een 4e plek, of blijft op die 4e plek. Dus proficiat aan hem. Ja, zeer zeker. Dik gefeliciteerd. Werkt ook nog even aan zijn doelsaldo, want dat wordt nog meer positiever. En dat was al plus 6, dat komt op plus 9. En wat dat betreft heeft hij ook de 30 doelpuntengrens doorbroken. Gescoorde doelpunten, moet ik daarbij zeggen. Ja, Dik verdient meer balbezit, meer kansen. We gaan straks nog even een interview houden met de spelers voor jullie. Maar daarna zullen we nog even de scores van vandaag de revue laten passeren. En de uiteindelijke ranglijst laten zien. Die kun je ook vinden op proximus-esport.be. 16 golen maken en geen 1 binnenkrijgen in één wedstrijd, dat is onmogelijk. Mathematisch is dat nog mogelijk, maar voor de rest is daar ook alles mee gezegd. Het heeft lang 0-0 gestaan, maar inderdaad, ik vond geen opening. En toen die 1-0 viel, was het voor mij ook al een beetje gebroken. Ben ik iets aanvallender gaan spelen, kwamen er meer ruimte en is die 2 en 3-0 ook wel gevallen. We hebben gevochten tot de laatste speeldag voor play-off 1. Het had slechter gekund, het had ook beter gekund. Maar ik ben wel ervan overtuigd dat het heel belangrijk is om de pijnpunten van de game goed te benutten. En als dat lukt, ja, dan kom je heel ver. Ja, en wat zijn die pijnpunten dan? Goh, keeper bewegen. Finesse schoten die heel vaak binnengaan. En als je dat beheerst, dan kom je heel ver. 19 points sur 21, c'est un sacré score. Ouais, je suis super content de moi. C'est vrai que j'ai tout le tournoi, j'ai bien défendu. Et il manquait juste cette finition, en fait, hein, cette concrétisation d'occasion qui est venue, on va dire, mieux vaut tard que jamais pour ce dernier match. Et très content. Tu vas être un sérieux candidat pour la victoire finale au play-off, justement? J'espère. En tout cas, c'est l'objectif. Moi, depuis que je me suis inscrit à la Pro League, l'objectif est d'aller remporter le titre à la fin. Donc, la victoire au play-off. Après, évidemment, dans un premier temps, je suis déjà très content de passer justement d'accéder au play-off maintenant et d'être dans le top 6. Donc, je ferai de mon mieux à ce moment-là. Laten we hier nog even alle uitslagen zien van matchday 15. Het was een prachtige laatste speeldag. Ik heb vooral genoten van Charleroi tegen Cas Eupen. Casper, wat was jouw favoriete wedstrijd? Ja, kijk, als je naar de doelpunten kijkt, dan was inderdaad Charleroi Eupen de wedstrijd die er bovenuit sprong. Maar langs de andere kant, Standaard Waasland Beveren met 4-1. En eindelijk die mooie goals voor Aurelio vond ik ook prachtig om te zien. En daar heb ik enorm van genoten. Ja, absoluut. En dan laten we nog even de eindklassering zien zoals die aan het eind van het seizoen is. Deze zal niet meer veranderen. Maak maar een print screen, want dit is zoals die is. En we gaan de play-offs in met Club Brugge, Kortrijk, Cercle Brugge, Zulte Waregem, Sporting Charleroi en AA Gent. AA Gent en Charleroi, die moesten nog vechten op de laatste speeldag, maar hebben zich veilig geknokt. Oostende en Sint-Truiden net daarbuiten. Wel mooi in het linker rijtje. Dankzij een goede prestatie allebei op de laatste speeldag. En dan Antwerpen, Moeskroen, Genk, Waasland, Beveren, Sporting Logeren, Kas Eupen en natuurlijk Standaard Luik. En dan Anderlecht op de laatste positie. Bedankt allemaal voor het kijken. Dit was de Proximus Pro League en we zien jullie hopelijk terug in maart voor de play-offs. We'll be right back.